Met het algemeen overleg van de vaste commissie voor volksgezondheid, welzijn en sport. Aan de orde is het algemeen overleg, zoals ik al zei. En het onderwerp is huiselijk geweld en kindermishandeling. Ik heet welkom de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Rechtsbescherming. Welkom aan de Kamerleden. Ik verwacht dat er nog een enkel lid wellicht zou kunnen aanschuiven. Welkom aan de mensen hier op de publieke tribune en de mensen die dit debat op een andere manier volgen. Aan de orde is zometeen het debat. We hebben hiervoor uitgetrokken van 2 tot 5 uur. En dat betekent dat ik een spreektijd voorstel van maximaal 4 minuten. En in eerste termijn maximaal 2 korte interrupties, zodat we hopelijk wat langer de tijd hebben om als de bewindspersonen aan het woord zijn. Daarmee heb ik denk de huishoudelijke mededelingen vooraf met u gedeeld en ga ik graag als eerste het woord geven aan mevrouw Van den Hul. En mevrouw Van den Hul spreekt namens de fractie van de Partij van de Arbeid. Gaat uw gang. Hartelijk dank, voorzitter. Voorzitter, de cijfers onderstrepen wat ervaringsdeskundigen helaas al lang weten. Geweld in de privésfeer is de meest voorkomende vorm van geweld. Het is bovendien hardnekkig. Gemiddeld gaat het 33 keer mis voordat het tot een aangifte komt. En dit is slechts het topje van de ijsberg, want de meeste gevallen worden niet eens gemeld. Uit schaamte of uit angst voor erger. Veel erger. Humaira uit Rotterdam, Julia uit Den Haag, Bianca uit Rotterdam, Dunja uit Utrecht, Graciela uit Rotterdam. Jonge vrouwen die op gruwelijke wijze werden vermoord. De verdachte of dader is in alle gevallen hun ex of hun partner. Vaak ging er een lange geschiedenis van mishandeling, stalking of bedreiging aan vooraf. Vrouwen zijn ruim 5 keer zo vaak slachtoffer van structureel geweld door een partner of ex, lopen daarbij vaker letsel op en durven minder vaak over het geweld te praten. En dan heb ik het nog niet eens over de gruwelen van genitale verminking of over het schrikbarend vaak voorkomende geweld tegen transgender personen. Voorzitter, terwijl het probleem dus wel degelijk genderspecifiek is, is de aanpak ervan dat nog lang niet. In de Istanbul-rapportage lezen we dat bij de verdere uitvoering van het actieprogramma wordt nagegaan hoe een gendersensitieve aanpak kan worden versterkt. Toch zijn vrouwen niet een van de specifieke doelgroepen die onder actielijn 3 van het programma worden genoemd. Graag een reactie van de minister. Voorzitter, er gebeurt een heleboel om geweld achter de voordeur te stoppen. Maar het is nog steeds niet genoeg. Waar moet en kan het beter? Allereerst meer regie. Het ontbreekt nog steeds aan samenwerking tussen regio's. Er is vaak geen duidelijk aanspreekpunt, onvoldoende casusregie en gebrek aan inzicht in capaciteit. Ik pleit daarom nog steeds voor een nationaal rapporteur. En ook de Kring van Veiligheid heeft hier een dringende oproep toe gedaan. Op basis waarvan blijft de minister nu die oproep naast zich neerleggen. Voorzitter, behalve meer regie is er ook dringend behoefte aan meer capaciteit. We krijgen zorgelijke berichten over wachtlijsten bij Veilig Thuis. Wat gaat de minister doen om deze problemen structureel op te lossen, ook als blijkt dat gemeenten daarvoor extra geld nodig hebben? In hoeveel gemeenten spelen deze tekorten? En wat gaat de minister doen om ook de capaciteitsproblemen binnen de vrouwenopvang aan te pakken en de doorstroom naar sociale huurwoningen te verbeteren? En wat kan de minister doen om te zorgen dat ook vrouwen met een lichamelijke beperking toegang hebben tot opvang? Lang niet alle locaties zijn toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Helaas treft geweld ook veel kinderen en jongeren. En mevrouw Westerveld zal straks daar nader op ingaan. We zijn dan ook blij om te lezen dat de pilots Handle with Care worden uitgebreid. En we kijken in dit licht ook uit naar de uitvoering van mijn eerder aangenomen motie over passend onderwijs bij opvanglocaties. Voorzitter, er zo vroeg mogelijk bij zijn is ongelooflijk belangrijk om geweld te stoppen. Er zijn mooie voorbeelden, bijvoorbeeld hier in Den Haag, waar onze burgemeester een doorbraakteam heeft ingesteld en nauw samenwerkt met onder andere de politie. Toch zien we dat het aantal huisverboden landelijk afneemt. Voorzitter, het is ongelooflijk belangrijk dat je als slachtoffer altijd je verhaal kwijt kunt. Er zijn bewezen effectieve initiatieven voor en door ervaringsdeskundigen, zoals hier My Voice en Stichting Zijweg. Maar zij zijn vaak afhankelijk van vrijwillige inzet. Is de minister het met ons eens dat het de hoogste tijd is voor een landelijke 24-uurs hotline voor slachtoffers en dat ervaringsdeskundigheid ook een prijskaartje heeft? Ook andere professionals kunnen een rol spelen bij vroegsignalering. Nadrukkelijk niet met een meldplicht, maar wel om vroegtijdig in actie te kunnen komen en samen het taboe te doorbreken. Zo traint Cadera werknemers bij woningbouwcorporaties om signalen te herkennen en laagdrempelige hulp aan te bieden. In mijn initiatiefnota pleitte ik voor trainingen voor kappers en schoonheidsspecialisten zoals in de VS al gebeurt. Ik hoor graag of de minister hier dus over in gesprek is gegaan. De aangiftebereidheid blijft ook een probleem. De drempel blijft onverminderd hoog. Wat doet de minister om de professionalisering bij de politie op dit punt te versterken?
En welke rol ziet hij daarbij voor de inzet van ervaringsdeskundigheid, bijvoorbeeld bij het curriculum van politieopleidingen? En tot slot, voorzitter, ontvangen wij veel signalen over de moeizame ontvlechting van huwelijken of partnerschappen na geweld. Ex-partners die enorme schulden opbouwen als het slachtoffer in de opvang zit. Daders die niet instemmen met psychische zorg voor de kinderen. Wat kan de minister betekenen voor deze slachtoffers? Tot zover, dank u wel. Dank u wel. Exacte timing. Geef nu graag het woord aan mevrouw Thiele. Mevrouw Thiele spreekt namens de fractie van de VVD. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Geweld hoort nergens thuis. Een jaar geleden gaf ik de minister zijn compliment over zijn intentie, zijn ambitie om voorop te lopen en het geweld in huiselijke sfeer te verkorten en te voorkomen. In een plan met actielijnen en instrumenten werd duidelijk dat deze minister die opdracht serieus neemt. En dat hij wil zorgen dat geweld eerder en beter in beeld komt. Dat hij de veilig thuisorganisaties wil helpen versterken. En dat hij geweld thuis wil stoppen en duurzaam helpen oplossen. En dat hij oog heeft voor specifieke groepen. In december kregen we een voortgangsrapportage. En voorzitter, die rapportage stemde mij niet positief. Want in die rapportage las ik helemaal niets over wat ik wel hoor in het land. Kinderen die te lang moeten wachten op een onderzoek na een melding. Professionals die het positieve resultaat van de meldcode nog niet in de praktijk ervaren. Ouders die bij hun kinderen worden weggehouden. En toen besefte ik dat tijdens het lezen van de vele pagina's voortgangsrapportage er in Nederland alweer meer dan 10 meldingen van kindermishandeling zijn gedaan. En vroeg ik mij af hoeveel kinderen er nu minder blauwe plekken hebben dan een jaar geleden. We weten het niet, voorzitter. We weten veel te weinig. Wat is de wachttijd na een melding bij Veilig Thuis? Wat is de wachttijd bij de Raad voor de Kinderbescherming? Hoeveel meldingen zijn er? Hoeveel meldingen zorgen dat het geweld stopt? Hoe effectief zijn de interventies? En wat gebeurt er dan? Hoeveel korter duurt het geweld? Hoeveel meldingen blijken vals alarm? En wat gebeurt er dan? Wat is het langetermijneffect van interventies bij huiselijk geweld? Voorzitter, de minister heeft geen toverstokje. En dat verwacht ik ook niet. Al zijn er vast en zeker kinderen die hopen dat sommige grote mensen wel een toverstokje hebben. Zodat hun leed wordt gezien. Zodat iemand eens vraagt of het wel goed gaat thuis. Zodat ouders, stiefouders of pleegouders stoppen met slaan of schreeuwen. Dat is de intentie van het actieprogramma. Daarom is er een verplichte meldcode. Zijn er aandachtsfunctionarissen? Is er veilig thuis? Is er de kindcheck? Zijn hulpverleners dag en nacht bezig? Maar zolang we niet weten of al die instrumenten ergens toe leiden, kan ik niet enthousiast zijn om uitgebreid over die instrumenten te praten. En ik ben ook niet enthousiast om over indicatoren te praten. Maar toch wil ik van deze minister horen welke indicatoren hij gebruikt om erachter te komen hoe het nu in het land gaat met het geweld thuis. Wat is de conclusie van de minister als ik vraag naar de tussentijdse resultaten van het actieprogramma? Ik verwijs naar de 10 vragen die ik zojuist stelde. Als Kamerlid hoef ik niet te lezen dat er gesprekken gevoerd zijn tussen hulpverleners en ambtenaren. Ik wil geen controle over processen. Ik wil controle over uitkomsten. Dan kunnen we in een debat als dit alsnog bespreken als het nodig is of processen voldoende resultaat opleveren. Voorzitter, ik heb daarom vandaag maar een paar vragen aan de minister. Hoeveel kinderen ervaren nu thuis minder geweld, hebben minder blauwe plekken, dan een jaar geleden? Kan de minister toezeggen dat hij de Kamer periodiek, tenminste elk half jaar, compact rapporteert over de resultaten van zijn actieprogramma met behulp van een aantal kerncijfers? En als de minister wil weten welke kerncijfers ik bedoel, dan kan ik die wel noemen. En wat gebeurt er met meldingen en dossiers die na onderzoek vals alarm blijken te zijn? Is de minister bereid en in staat om dossiers na gebleken onterechte meldingen te vernietigen? Ik ben benieuwd. Dank u wel. Dank u wel. Dat levert een vraag op bij mevrouw Westerveld. Gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. En het waren kritische woorden van de VVD, kritischer ook dan we gewend zijn. En ik zou de VVD willen vragen of ze het met me eens is dat we in die actieplannen van de minister, dat we daar afrekenbare doelen in, dat we dat zouden moeten vertalen naar afrekenbare doelen, zodat we ook over een jaar echt kunnen praten over de vraag of die ideeën uit die actieplannen gehaald zijn. Nou, als dat de conclusie is van mevrouw Westerveld en wat ik zeg, dan denk ik dat we elkaar goed begrijpen. Ja, inderdaad. En ik begrijp best wel goed dat we niet precies weten welke beweging we willen zien in het aantal meldingen of het aantal onderzoeken of dat soort dingen. Want ik denk ook dat we met elkaar eens zijn dat waarschijnlijk nog lang niet alles in beeld is. Maar dat moet ons niet weerhouden van de verantwoordelijkheid, denk ik, om inderdaad doelen, meetbare doelen, objectief meetbare doelen neer te zetten. Om uiteindelijk met elkaar te kunnen constateren dat we op de goede weg zijn. Afrondend.
Mevrouw Westerveld. Nee, voorzitter, ik vind het een heel helder antwoord. En ik ben het eens dat we zoveel mogelijk moeten kijken naar meetbare doelen, zodat we echt met elkaar het gesprek kunnen voeren daarover. En kunnen kijken, werkt het beleid ook echt in de praktijk? Want daar gaat het om. Dank u wel. Dan geef ik nu graag het woord aan mevrouw Bergkamp voor haar bijdrage. Mevrouw Bergkamp spreekt namens de fractie van D66. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de nationale rapporteur Mensenhandel en Seksueel Misbruik tegen Kinderen constateerde in 2018, eigenlijk net als in 2015, dat de cijfers, de data van Veilig Thuis, onbruikbaar zijn. En mijn vraag is eigenlijk aan beide bewindspersonen, het duurt al zo lang, van hoe kan dat nu? Want het is heel belangrijk dat we de juiste gegevens hebben, zodat we ook de juiste conclusies kunnen trekken. Gelukkig zien we een professionaliseringsslag bij Veilig Thuis. En als gevolg hiervan weten ook professionals Veilig Thuis steeds beter te vinden. Alleen bij mensen, burgers, is dat nog niet het geval. Hun meldingen blijven absoluut en relatief achter. Willen de ministers analyseren waarom volwassenen de weg nou niet weten te vinden bij Veilig Thuis? En in Engeland is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om anoniem te bellen, advies te krijgen. Volgens mij, mijn collega Van der Hul had het ook over een hotline. Zijn de ministers bereid om hiernaar te kijken? Voorzitter, de nieuwe meldcode en werkwijze die per 1 januari in werking zijn, zouden volgens de ministers een bijdrage moeten leveren aan het wegwerken van de lange doorlooptijden. Want niet alleen bij Veilig Thuis zijn deze hoog, ook bij de jeugdbescherming, ook bij de Raad voor de Kinderbescherming. En daar maak ik me eigenlijk heel erg grote zorgen over. En ik vind ook dat het eigenlijk niet zo door mag gaan als we kijken naar die wachtlijsten. Naast de ingezette acties vraag ik dan ook aan de minister, kan die keten niet efficiënter worden? Moeten we daar ook niet eens naar kijken? En het is ook belangrijk om zicht te hebben op de totale doorlooptijden van de keten. En kan die informatie ook in het vervolg gegeven worden? Voorzitter, geweldloos opvoeden, dat is de norm. Maar is het ook niet belangrijk dat de overheid die norm meer gaat uitdragen? Ondanks dat wet die een aantal jaren geleden is ingegaan, is het volgens mij nog steeds heel erg belangrijk dat geweld en opvoeden niet samengaat. En ook absoluut niet getolereerd mag worden. Net als in een relatie. Kunnen de ministers kijken hoe we dat meer zouden kunnen uitdragen, bijvoorbeeld bij een publiekscampagne? En wat je nu ziet bij een consultatiebureau is vaak een foldertje wat je kan meenemen. Dat is toch wat anders dan de norm uitdragen van geweldloos opvoeden. Voorzitter, tijdens de begrotingsbehandeling heb ik samen met het CDA een amendement ingediend om de methodisch van het Forensisch Polykliniek GGD Amsterdam te verstevigen en ook uit te breiden elders in het land. Maar na de begroting werd het stil. Mijn vraag is, kan er een soort tussenstand gegeven worden? Of dat kan ook na dit debat, of dat we in ieder geval een soort update krijgen. En hoe gaat het nu in Amsterdam en wanneer openen we de nieuwe vestiging? Voorzitter, een ander onderwerp. Gisteren stond in het programma Ewout N. stil bij de zogenaamde homogenezingstherapie. En ik stelde hier al eerder antwoorden over aan minister Bruins met de vraag van, kan daar nou niet onderzoek plaatsvinden? Want je kunt je het eigenlijk niet voorstellen dat er in Nederland nog steeds kinderen en jongeren zijn tegen wie gezegd wordt dat hun seksuele geaardheid genezen kan worden. Ik vind dit geen therapie, ik vind dit kindermishandeling. En we weten ook uit onderzoek hoe schadelijk dat is. Hoe kijken de ministers er tegenaan? En zijn zij in tegenstelling tot de antwoorden op de vragen die ik eerder kreeg bereid om onderzoek te doen? Om in gesprek te gaan, bijvoorbeeld met AJ en jeugdartsen, met COC in Nederland, om te onderzoeken van wat gebeurt er nou in Nederland? En ik vond het programma van gisteren shocking. We kennen voorbeelden van jaren geleden, maar blijkbaar is het heel erg makkelijk nu ook nog in deze tijd om zogenaamde conversietherapie te krijgen. Voorzitter, mijn laatste onderwerp, slachtoffersrichtlijn. Er is een Europese richtlijn slachtoffers. Maar deze wordt eigenlijk voor kinderen nog onvoldoende toegepast. En we vinden echt dat er sneller hulp moet komen voor het kind. Ook de jongerentaskforce gaf dat eerder aan. Jongeren worden vaak niet gezien, niet gehoord en niet gesteund. En wordt pas vaak met het kind gesproken, helemaal aan het einde van de keten. En hoe was dit nou voor jou? Het duurt vaak heel erg lang of die vraag wordt überhaupt nooit gesteld. Mijn vraag is dan ook aan beide bewindspersonen, wanneer wordt de slachtoffersrichtlijn op het gebied van dit onderwerp toegepast? En tot slot, voorzitter, er zijn hele mooie voorbeelden in gemeenten. We hebben net de burgemeester van Den Haag zit er. Maar hoe kunnen gemeentes nou meer op de hoogte komen van dit soort mooie voorbeelden om het wiel niet elke keer opnieuw uit te hoeven vinden? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Een vraag van mevrouw Thiele. Gaat u gang. Ja, ik twijfel of ik mevrouw Bergkamp ook eens laat praten. Want het gaat over een paar onderwerpen. Geleden zei van hoe is nou de doorlooptijd van de hele keten? Ik denk een hele goede vraag. Ik ben ook benieuwd naar het antwoord. Maar mevrouw Bergkamp zei erachteraan, zou de keten niet efficiënter kunnen? En mijn vraag aan mevrouw Bergkamp is of zij niet de indruk heeft dat die af en toe al heel efficiënt wordt gedaan, dat er soms stappen worden overgeslagen in de overdracht van Veilig Thuis en Raad voor de Kindbescherming, of zij dat ook herkent?
Mevrouw Bergkamp. Nou ja, voorzitter, het is natuurlijk goed om te kijken van, zeker met de middelen die we hebben en de vele vacatures ook en de zware workload, laten we dat ook niet vergeten, is het goed om ook af en toe te vragen, doen we nog het juiste en hebben we nog voldoende focus op het doel? En je ziet dat in de hele keten er toch ook een aantal momenten zijn van overdracht. En mijn vraag is ook, hoe werkt dat nou? Er zijn verschillende partijen bij betrokken. En het is een open vraag waarvan ik het antwoord ook nog niet weet of het efficiënter kan. Maar ik vind het wel een terechte vraag. Zeker als je ziet dat die wachtlijsten toenemen. Mevrouw Thiele, afrondend. Maar is mevrouw Bergkamp het ook met mij eens dat we ook geen rolvermenging moeten krijgen tussen de verschillende instanties, omdat die echt andere rollen en verantwoordelijkheden hebben in dat hele proces? Mevrouw Bergkamp. Zeker, ieder heeft zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Maar dan alsnog vind ik, als je ziet, volgens mij delen we die zorgen, dat die wachtlijsten toenemen, dat we eigenlijk geen zicht hebben op de wachtlijsten van die hele keten, vind ik ook dat we op een gegeven moment eens naar die keten moeten kijken van, doen we nog het juiste in de juiste volgorde en zou het niet efficiënter kunnen? Maar zeker met ieder zijn eigen verantwoordelijkheid daarin. Dank u wel. Dan geef ik nu graag het woord aan de heer Peters. En de heer Peters spreekt namens de fractie van het CDA. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ik woon in een rijtjeshuis in Os en ik kan mijn buren horen. Met enige regelmaat hoor ik dat mijn buurman Harry ruzie heeft met zijn kinderen. Het lijkt erop dat het af en toe uit de hand dreigt te lopen. Wat kan ik dan doen? Ik kan aanbellen en zeggen, Harry, gaat het wel goed bij jullie? Ik hoor van die nare geluiden. Als je die jong van jou even niet aan kan, stuur ze dan naar mij. Of praat eens met ons Marieke, zij heeft vast tips. Want dit kan echt niet. Grote kans dat het geen fijn gesprek zal zijn, maar Harry wordt wel geholpen. En als ik niet goed weet hoe ik zo'n gesprek moet beginnen, dan bel ik me veilig thuis voor advies. Voorzitter, gelukkig heet mijn buurman Bert en geen Harry en loopt het zover ik kan horen daar op rolletjes. En was dit voorbeeld fictie, maar zoals het in het voorbeeld gaat, gaat het ook niet in het echt. Wij melden bij Veilig Thuis. En daar heb ik vragen over aan de minister. Voorzitter, vierde voorzitter. Hoeveel meldingen bij Veilig Thuis worden gedaan door gewone burgers en hoeveel door professionals? En is de minister op de hoogte dat het van het feit dat de grootste melder de politie is? Zij melden bijna letterlijk alles. Is de minister het met het CDA eens dat een wijkagent ook met een gezin zou kunnen praten in plaats van alleen maar te melden, eventueel met iemand van het wijkteam erbij? Is Veilig Thuis dan ook nog een laagdrempelig adviespunt voor burgers of een verwijspunt geworden voor professionals? Ten vijfde, hoeveel procent van die meldingen gaan over mensen die eigenlijk al in de hulpverlening zitten of daar bekend mee zijn? En op hoeveel procent van die meldingen volgt binnen afzienbare tijd ook enige vorm van hulp? Is de minister op de hoogte van het feit dat het aantal meldingen bij Veilig Thuis sinds 1 januari fors is gestegen, in Drenthe bijvoorbeeld met 30%? En is de minister het met het CDA eens dat de meldcode er ook toe zou kunnen leiden dat beroepskrachten het melden om zelf gedekt te zijn, ook in situaties waarin melding hulpverleningsrelatie zou kunnen schaden? En tenslotte, voorzitter, op dit punt, hoeveel geld en mankracht gaat er inmiddels om in deze extra schakel? Voorzitter, om te beoordelen of een kind veilig thuis is, is in huis, hebben we eventueel na melding een heel circus opgetuigd. Mevrouw Bergkamp had het er ook over. Veilig thuis, eventueel een wijkteam, de Raad voor de Kinderbescherming, de gecertificeerde instelling en wellicht uiteindelijk de rechterlijke macht. Zij beoordelen de veiligheid van kinderen ieder op een eigen, maar wel een andere manier en opeenvolgend. Mijn vraag is simpel, voorzitter, is dit de bedoeling? En tot wiens heil doen wij dit zo? Er worden campagnes gestart om erop te wijzen dat mensen moeten melden als een ander iets fout doet. Dat is één kant van het verhaal. Maar waarom leggen we niet veel meer nadruk op uitleggen hoe het dan wel moet? En daar eventueel hulp bij aanbieden. Voorzitter, helemaal niemand gaat uit vrije wil zelf naar Veilig Thuis of een gecertificeerde instelling. Echt niemand. Daarom hier een aantal vragen over aan de minister. Ten eerste, kent de minister de Belgische opvoedingslijn? Een plek waar ouders die handelingsverlegen zijn anoniem zelf naar kunnen bellen voor advies en niet om over de buren te spreken. Twee, zou de minister bereid zijn te onderzoeken of zo'n initiatief in ons land ook uitgerold kan worden? Ten derde, is de minister bekend met het fenomeen centering pregnancy? Zwangere vrouwen en een partner die met elkaar spreken over wat er verandert in een relatie, bijvoorbeeld als het kind er dadelijk komt. En is de minister bekend met het fenomeen centering parenting, waar jonge ouders op het consultatiebureau met elkaar spreken over de echte vragen. Hoe stel ik grenzen aan een klein kind bijvoorbeeld? Wanneer geef ik ze te eten? Op uur en tijd of als ze zich melden, zeg maar. Tot slot en samenvattend, voorzitter, is de minister bereid te kijken naar de volgende drie zaken. Ten eerste, de effectiviteit van melden, melden, melden. Twee, de effectiviteit van de keten van Veilig Thuis via de Raad van de Kinderbescherming en de gecertificeerde instelling eventueel naar de rechter. En ten derde, de mogelijkheid om naast een omstandersgerichte campagne ook te kijken naar een laagdrempelige
opvoedondersteuning en hulp. Tot zover. Dank u wel. Dan geef nu graag het woord aan de heer Heijink. En de heer Heijink spreekt namens de fractie van de SP. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ruim 700.000 mensen hebben in de afgelopen 5 jaar te maken gehad met geweld. En elk jaar worden ruim 100.000 kinderen tot en met 17 jaar het slachtoffer van geweld. En deze cijfers die liegen er niet om. Het is heel ernstig dat zoveel kinderen en volwassenen te maken krijgen met mishandeling. In de eerste voortgangsrapportage van de minister lezen we dat nog steeds in te veel situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld worden gemist. En dat ook door professionals dit wordt gemist. Er is een verbeterde meldcode ingegaan in januari 2019. Ik vraag aan de minister of hij kan aangeven wat nu de eerste resultaten tot zover zijn. Is er daadwerkelijk een verbetering te zien? En wat valt er nu eigenlijk te zeggen over die nieuwe radarfunctie van Veilig Thuis? Uit onderzoek van Trouw blijkt dat meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld niet op tijd worden opgepakt en onderzocht. Acute situaties daargelaten. En dat komt, zo wordt gesteld, door de nieuwe werkwijze van Veilig Thuis. Deze organisaties kunnen het werk niet aan en daardoor zitten gezinnen soms te lang in onzekerheid. Ook heeft Veilig Thuis te maken met wachtlijsten bij instanties waarmee wordt samengewerkt. En mijn vraag aan de minister is of hij deze signalen herkent. En wat kan de minister zeggen over deze wachtlijsten? En als er gehandeld wordt, wat is dan het resultaat? Wordt er vaak doorverwezen naar andere instanties of worden de meeste meldingen zelf afgehandeld? Voorzitter, het is ook belangrijk om te weten of er sprake is van dubbele meldingen. Kan de minister aangeven in hoeverre door professionals problemen worden gemeld vanwege de meldcode waar ze zelf mee aan de slag zijn gegaan, terwijl Veilig Thuis ook met diezelfde problemen aan de slag gaat en dat ze op deze manier misschien wel dubbel werk aan het doen zijn? En zou dat gebeuren, dan lijkt mij dat bepaald een onwenselijke situatie. Dat levert onzinnige registraties op en de kans bestaat natuurlijk dat juist op zo'n moment instanties langs elkaar heen gaan werken. Ik vraag de minister of hij dit herkent en of dit in de praktijk kan voorkomen. Voorzitter, vorig jaar vroeg ik de minister of de organisaties van Veilig Thuis klaar waren om de nieuwe aanpak vanaf 1 januari aan te kunnen. En dat lijkt nu nog niet het geval. En ik vraag de minister hoe hij terugkijkt op dit proces. Is er achteraf niet te snel gehandeld en hebben de Veilig Thuisorganisaties wel genoeg tijd gehad om zich voor te bereiden? In de gemeente Den Haag wordt geëxperimenteerd met een nieuwe aanpak. De burgemeester heeft een speciaal politieteam opgericht waarin een team van hulpofficieren sneller en vaker huisverboden kan opleggen aan plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ik ben benieuwd wat het kabinet van deze aanpak vindt. Is dit in lijn met wat hij via Veilig Thuisorganisaties probeert te bereiken? Kan door een snelle inzet van politie soms ook juist misschien extra extra escalerend werken? Of beoogt hij juist ergere problemen hierdoor te voorkomen? Ik ben heel benieuwd hoe de minister naar deze aanpak kijkt. Ik ben ook benieuwd hoe de minister aankijkt naar de privacywetgeving en in hoeverre de privacywetgeving soms de daden van de pleger te veel beschermt. Wanneer instanties informatie niet mogen delen. Ik vraag me af of het kabinet bereid is om hulpverleners van Veilig Thuis tot aan de jeugdzorg te informeren heel precies over welke informatie nu precies wel gedeeld mag worden. Tot hoever kunnen ze gaan, wat mag wel, wat mag niet? En is het kabinet bereid om die informatie te delen, zodat hier ook minder verlegenheid en twijfel over is? Dan, voorzitter, tot slot lezen wij in de krant dat het nog regelmatig voorkomt dat wanneer er sprake is van geweld of mishandeling, het kind automatisch bij de moeder verblijft, terwijl de vader buitenspel wordt gezet. En in sommige gevallen is dat onterecht, omdat juist de vader ook slachtoffer is van mishandeling. Het is een taboe onderwerp, maar wel een onderwerp wat wij moeten bespreken. Zeker in die gevallen waarin een kind geplaatst wordt bij de moeder, terwijl dat eigenlijk niet verantwoord is. Herkent het kabinet deze situatie? Komt dit veel voor? En kan de minister ook aangeven of het niet zo is dat altijd het belang van het kind voorop moet staan? En dat daar dus geen automatische keuze in kan worden en mag worden gemaakt? En ik vraag aan de minister wat zijn beleid hierop is, of hij het herkent en wat hij daarmee gaat doen. Dank u wel. Dank u wel. En dan geef ik tot slot het woord als laatste spreker aan de zijde van de Kamer, aan mevrouw Westerveld. En mevrouw Westerveld spreekt namens de fractie van GroenLinks. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, vorige week ontving ik het boek De Omstanders van Jorien Meerdink. Ik heb het ook bij me. En het boek gaat over een kind dat in een hechte familie opgroeit en in een goede buurt woont. Maar achter de voordeur bleek het leven minder fijn te zijn. En pas op latere leeftijd besloot ze daarover een boek te schrijven. En ze interviewde ook meerdere mensen. En niet alleen kwam ze erachter dat misbruik in haar omgeving veel vaker voorkwam. Ook bleek dat veel van de buurtbewoners achteraf zeiden dat ze wisten van het misbruik. En vandaar ook de pakkende titel De Omstanders. Want voorzitter, praten over mishandeling is vaak een taboe.
En onlangs stelde ik Kamervragen omdat bleek dat bijna de helft van de scholen geen duidelijke afspraken heeft bij vermoedens van kindermishandeling. En dat moet echt beter. En daarmee bedoel ik niet dat we scholen en leerkrachten nog meer werk geven, maar ik bedoel dat we hen juist moeten ondersteunen. En daarom wil ik de minister vragen of hij bereid is om op scholen experts in te zetten om met kinderen te praten, om gesprekken te hebben. Want voorzitter, als we kindermishandeling echt serieus willen nemen, dan moeten we beter naar kinderen zelf luisteren. En voorzitter, de minister hamert om het melden bij Veilig Thuis. Er zijn geen onterechte meldingen, heeft de minister een aantal keer gezegd. En ik begrijp best wat hij daarmee bedoelt. Maar toch zit er ook een andere kant aan. Want Veilig Thuis kan vaak niet adequaat genoeg reageren. En ook over de terugkoppeling hoor ik regelmatig nog klachten van scholen. Maar er zijn ook ouders die onterecht geconfronteerd worden met Veilig Thuis. En dan begrijp ik hun boosheid ook heel goed. En voorzitter, hoe zorgen we ervoor dat het gesprek gevoerd kan worden, zodat ouders, die vaak zelf ook best wel doorhebben dat er iets niet door de beugel kan, vooral worden geholpen in plaats van dat ze meteen de angst hebben dat hun kind uit huis wordt geplaatst. Want ook het aantal uithuisplaatsingen is fors gestegen. En ik zou de minister willen vragen, wat is de reden voor die toename? En waarom is het eigenlijk zo dat bij mishandeling en huiselijk geweld vaak de slachtoffers uit huis worden geplaatst en niet de daders? En zijn de ministers het met GroenLinks eens dat dit eigenlijk de omgekeerde wereld is? Want het is wettelijk ook mogelijk om daders uit huis te plaatsen. Kunnen de ministers aangeven hoe vaak dit gebeurt? En wat is er nodig om te zorgen dat ook daders vaak uit huis worden geplaatst? Want het is ook bekend dat dat vaak beter is voor het kind om thuis in de eigen omgeving op te groeien. Voorzitter, er zit nog een andere kant aan kindermishandeling. Want in Nederland zien tienduizenden kinderen een van beide ouders niet. En al eerder stelde ik Kamervragen over het gegeven dat 25% van de volwassen kinderen van wie de ouders gescheiden zijn, dus nu volwassen zijn, nog steeds een van beide ouders en vaak is dat de vader niet ziet. En het kan natuurlijk voorkomen dat deze kinderen ook eigenlijk de dupe worden van onterechte meldingen van een van beide ouders om de andere ouder bij hen weg te halen. En ik was bij het congres van Herken Ouderverstoting, waar ook wetenschappers vertelden over de kwalijke gevolgen wanneer een kind wordt weggehouden bij een van beide ouders. En ik vind dat er veel te weinig gebeurt. En ik heb daar vaker op gevraagd en toen verwezen de ministers naar de implementatie van het rapport Rouwvoet. Maar wat gaat hij doen om te zorgen dat nu vaders en ook moeders, die hun kinderen soms jarenlang niet hebben gezien, wel zicht krijgen op een oplossing, hopelijk op de hele korte termijn? Nog iets anders. De minister spreekt in algemene termen over huiselijk geweld, maar daardoor worden belangrijke zaken over het hoofd gezien, bijvoorbeeld transjongeren. En ik zou de minister willen vragen of hij bereid is om met het transgendernetwerk eens af te spreken en te luisteren naar de voorstellen die zij doen. En voorzitter, als het gaat om partnergeweld en opvang, dan sluit ik me aan bij de woorden van collega Van der Hul. We hebben het een beetje verdeeld, omdat we allebei vonden dat de spreektijd wel heel kort was. Maar daarover nog wel één vraag, want kent de minister het voorbeeld in Nieuw-Zeeland, waar ze sinds kort 8 dagen betaald verlof toekennen aan mensen die aan huiselijk geweld moeten ontsnappen? En wat vindt de minister van het idee van zo'n verlof? En voorzitter, tot slot, vanochtend las ik berichten van de Internet Watch Foundation, waaruit blijkt dat bijna de helft van de online filmpjes van seksueel misbruik van kinderen wordt gehost vanuit Nederland. En uit ongepubliceerde cijfers horen wij van hen dat dit zelfs is gestegen naar 70% in de eerste 3 maanden van dit jaar. Nou worden die cijfers wel iets genuanceerd door het meldpunt kinderporno. Maar nog steeds zou ik de minister willen vragen, kent hij die cijfers? Komen die bekend voor? En wat kunnen we leren van landen die het veel beter lijken te doen dan Nederland, bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk? Zijn de ministers bereid om daar naar te kijken en ook echt maatregelen te treffen, zodat we deze afschuwelijke zaken zoveel mogelijk voorkomen? Dank u wel. Dank u wel. Nog een vraag van de heer Peters. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb rijk een boel, maar laat ik beginnen met één. Ik vraag via de voorzitter aan mevrouw Westerveld of zij misschien wat woorden zoveel zou willen maken aan haar plan om experts op scholen aan te stellen om daar met kinderen te praten. Ik denk als we het nou niet meer voor elkaar krijgen met alles wat we in het onderwijs doen, dat een mentor met zijn kind praat en zelfs dat kan uitbesteden aan professionals, wat we dan blijkbaar die docenten niet meer vinden, dat lijkt me een weg die we helemaal niet op moeten gaan. Maar misschien kan mevrouw Westerveld mij overtuigen. Mevrouw Westerveld. Nee, voorzitter, ik snap die twijfel heel goed. Want eigenlijk is de school een plek waar je juist dit soort gesprekken met kinderen zou moeten voeren. En zou je het liefst natuurlijk willen dat de leerkrachten dit soort gesprekken goed met kinderen kunnen voeren. En tegelijkertijd weten we uit allerlei rapporten en ook cijfers, en ik noemde het net al even, een enquête uit vakblad Didactief,
waaruit gewoon blijkt dat heel veel scholen geen duidelijk beleid hebben, maar ook dat heel veel leerkrachten niet goed weten hoe ze dat gesprek moeten aangaan. En dus dan is het de vraag, moeten we leerkrachten met deze gesprekken, moeten we hen vragen dat te doen? Of moeten we zorgen dat andere, externe, op scholen juist met kinderen gaan praten? En hoe we het ook doen, als dat via leerkrachten geregeld kan worden, vind ik dat ook prima. Maar in ieder geval is mijn punt dat we veel beter moeten luisteren naar kinderen. Ook omdat we heel vaak horen, mijn laatste zin, voorzitter, dat ook mensen die nu volwassen zijn en die als kind te maken hebben gehad met mishandeling zeggen, had er maar iemand naar mij geluisterd. En dat is uiteindelijk mijn doel. Afrondend, heer Peters. Kijk, dat er aandacht moet zijn en zo'n beleid op scholen zijn we het mee eens. Ik ben jaren directeur geweest op heel veel scholen, mevrouw Westerveld, als interimmer. En als ik dan alles wat een docent moeilijk vond, ging uitbesteden aan een expert van buiten, dan was het einde echt nog niet in zicht. U heeft me toch niet overtuigd. Ja. Dank u wel. Niet echt een vraag, maar een hele korte reactie, mevrouw Westerveld. Nee, maar ik snap dit ook best wel. Want idealiter zou ik ook het liefst hebben dat de leerkracht dat doet. Maar we weten ook allemaal dat leerkrachten ook gaan zuchten bij het idee van, komt er weer iets vanuit de politiek, hè, wat wij even moeten oplossen. En we weten ook uit voor onderzoek, we weten gewoon dat leerkrachten ontzettend hoge werkdruk hebben. Dus ik zoek naar een manier hoe we leerkrachten en scholen kunnen ontlasten, maar wel dat gesprek met dat kind gevoerd wordt. Dank u wel. Mevrouw Thiele, nog een vraag? Ja, dan gaat ook het stukje wat mevrouw Westerveld aanhaalde rondom ouders die hun kinderen niet zien. Of eigenlijk kinderen die hun ouders niet zien. Of in ieder geval geen contact hebben. En ik ben het heel erg eens met mevrouw Westerveld. Kijk, je ouders dragen je leven lang mee. Of je er nou contact mee hebt of niet. Dus volgens mij is het enorm belangrijk dat prioriteit krijgt. Mevrouw Westerveld verwees naar het rapport Rouwvoet als oplossing. Welke elementen in het rapport ziet zij zeg maar, als oplossing hiervoor? Mevrouw Westerveld. Ja, voorzitter, het is niet zo dat ik per se het rapport Rouwvoet zie als een oplossing, maar ik heb hier vaker naar gevraagd en toen verwezen de ministers naar het rapport Rouwvoet en het platform dat daarna is gekomen om de aanbevelingen die in het rapport worden gedaan uiteindelijk echt in werking te stellen. En wat mij betreft zou er veel eerder wat moeten gebeuren. Ik heb ook vorig jaar al een keer gevraagd van zou de minister echt eens een keer, ik heb dat zelf ook gedaan, met vaders en moeders willen praten om te horen wat nu er precies gebeurt, waarom ze hun kinderen niet meer zien en met hen samen oplossingen aan te kaarten. Dat kan op een heel aantal vlakken liggen. Want we horen ook vaak van deze ouders die dan hun kinderen niet meer zien, dat ze hele negatieve ervaring hebben met onder andere jeugdzorg of zelfs met een rechter of dat een omgangsregeling niet goed wordt gevormd. En daar kunnen allerlei oplossingen in zitten. En wat mij betreft maakt het niet zo veel uit hoe we het oplossen, als we maar wel echt deze zorg serieus nemen. En als we ook hopelijk op heel korte termijn zorgen dat ouders die nu een van beide kinderen niet meer zien, in ieder geval perspectief hebben op een oplossing. Dank u wel. Mevrouw Thiele, afrondend. Ja, en is mevrouw Westerveld dan met mij eens dat, zeker als het uitloopt op echt vechtscheiding achter problematiek, dat inderdaad ook meldingen bij Veilig Thuis soms ook tegen de andere ouder worden gebruikt en dat echt van belang is om dat soort meldingen zo snel mogelijk, hetzij te bevestigen, hetzij te verwerpen en als ze verworpen worden ook gewoon uit de wereld te helpen. Mevrouw Westerveld. Ja, voorzitter, ik herken dat. En helemaal als zo'n melding lang in de lucht blijft hangen, of dat nou bij Veilig Thuis is, of als er bijvoorbeeld aangifte wordt gedaan, die wel of niet terecht blijkt te zijn. Maar dan betekent dat dus ook vaak dat de ene ouder de kinderen nog langer niet ziet. Dus ik zou heel graag willen dat zaken waar ouderverstoting een rol in speelt, ook bij de rechter voorrang krijgen, zodat we hopelijk kunnen zorgen dat kinderen bij de ouders zoveel mogelijk zien. Dank u wel. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van de eerste termijn aan de zijde van de Kamer. Ik stel voor om het debat te schorsen tot, 7:57. En dan beginnen we om 2:05 exact. Vijf voor drie, terecht. Dus 7:03 en dan goed zo. We hebben 13 minuten schorsing. Goed. Precies wat ik nodig heb. Kijk, precies wat de bewindspersonen nodig hebben. Ik schors de vergadering voor 13 minuten.
Mag ik verzoeken om iedereen zijn of haar plek weer in te nemen? Ik heropen de vergadering. Aan de orde is het algemeen overleg over huiselijk geweld, kindermishandeling. Aan de orde de eerste termijn aan de zijde van het kabinet. En voor de beantwoording geef ik, denk ik, als eerste de minister van VWS het woord. En daarna de minister voor Rechtsbescherming. En met de leden zou ik graag willen afspreken twee interrupties toestaan. En dan kijken we even hoe ver we komen. Dan hebben we ook nog een mooie... Nee, niet per bewindspersoon, want dan zijn het er vier. Dan gaan we echt qua tijd niet redden. Zeker niet als u ook een tweede termijn zou willen hebben. Dus we kijken even hoe we daarmee om kunnen gaan. Ik geef graag het woord aan de minister van VWS. Gaat uw gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Dank voor de vragen die zijn gesteld in de eerste termijn van de kant van de Kamer. Waaruit, net als ook in vorige AO's, heel erg de betrokkenheid ook blijkt... bij dit belangrijke thema. Ik wil graag de beantwoording straks als volgt doen. Ik ga een paar inleidende zinnen uitspreken. En daarna wil ik graag allereerst ingaan op het thema monitoring en evaluatie. Daar is veel over gevraagd. Daarnaast het tweede blokje eigenlijk verbeterde meldcode en veilig thuis. En daarnaast op mijn portefeuille dan nog een aantal vragen die zich niet zo makkelijk lieten rubriceren. En dan zal... De collega voor rechtsbescherming zal ingaan op de onderwerpen die meer zijn portefeuille raken. Dus met name de kinderbeschermingsmaatregelen en huisverboden. Voorzitter, een aantal van u heeft die getallen genoemd. En ik denk dat die getallen moeten keer op keer genoemd worden. Om de massiviteit daarvan keer op keer ook op het netvlies te hebben. Naar schatting 100.000 kinderen zijn jaarlijks slachtoffer van ernstige verwaarlozing of... psychische mishandeling, emotionele mishandeling. 124.000 vrouwen en mannen hebben de afgelopen 5 jaar structureel te maken gehad met fysiek of seksueel geweld in huiselijke kring. Waarvan vrouwen inderdaad veruit de grootste groep is. Mevrouw Van Hul wees daarop. En dat zijn de aantallen uit het recente prevalentieonderzoek. En daarmee zijn we weer eens met ons neus op de feiten geduwd. De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling is ongelooflijk groot. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn het grootste geweldsvraagstuk waar we als samenleving mee te maken hebben. En juist dus in de thuissituatie, juist waar het veilig moet zijn, is de kans het grootst dat je met geweld te maken hebt. Zeker als je vrouw bent, zeg ik daar achteraan in de richting van mevrouw Van der Hul. En dat was ook de reden dat wij met overtuiging het programma zijn gestart vorig jaar, collega Dekker en ik, om met het programma Geweld hoort nergens thuis... die cirkel van geweld te willen doorbreken. En dat is geen verzameling aan maatregelen en hopen dat het goed komt, zeg ik in de richting van mevrouw Thiele heel specifiek. Maar dat is een aanpak die heel dichtbij in de regio, waar het verschil moet worden gemaakt, wordt georganiseerd. En waarbij eigenlijk aan het einde van de dag maar één ding echt telt. Hebben we die grote ijsberg, zou je kunnen zeggen, waarvan we doorgaans alleen het topje in beeld hebben... hebben we van die ijsberg straks een groter deel in beeld... opdat we dat geweld kunnen stoppen en duurzaam oplossen. En dat is eigenlijk de enige vraag die echt telt. En, ik voelde me dus aangesproken door wat mevrouw Thiele daarover zei.
En misschien is dat een mooi bruggetje ook naar het eerste blokje, want hoe weten we dat dan? Hoe houden we dat dan bij? Monitoring en evaluatie. Zoals mensen die wat vaker met mij in debat zijn, kennen dat inmiddels. Zoals we eigenlijk bij elk programma hebben afgesproken, is dat er een uitvoerige programma-monitor komt. En die monitor die gaat altijd over een aantal dingen. Die gaat altijd over de procesinformatie. Dus heb je gedaan wat je hebt afgesproken? En in hoeverre staat dat daarmee? Met toezeggingen aan de Kamer of met voornemens die we zelf in het programma hebben gezet. Maar dat is uiteindelijk niet wat echt telt. Want het telt eigenlijk alleen maar in, heeft het mensen ook daadwerkelijk bereikt? Heeft het gedaan wat je ervan verwacht had? Heeft het effect gehad wat je had gewild? En daarom gaat het ook over tellen en vertellen. Dus zowel in de getallen als ook in de verhalen moet je willen terugzien of het mensen daadwerkelijk heeft geholpen. En ik licht graag toe hoe we dat van plan zijn geweest bij het programma Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. En hoe collega Dekker en ik dat hebben ingericht. Want die komt namelijk voort uit de urgentie of bijna de irritatie zoals u dat verwoordt. En ook mevrouw Bergkamp wijst daarop. En die verwijst daarbij naar de Nationaal Rapporteur. En die zegt, het is toch eigenlijk bizar dat we met zo'n groot vraagstuk, dat het zo moeilijk is om gewoon getallen te weten. Gewoon beleidsinformatie te hebben waar je mee kunt werken. En daarom hebben we een aantal dingen gedaan. Het eerste is, om zicht te krijgen op de voortgang, is die voortgangsrapportage. Wat een beetje anticyclisch is, is dat we nu de voortgangsrapportage bespreken die u in december heeft gehad. In juni komt de volgende. Dus we lichten in die voortgangsrapportages gewoon toe wat we hebben gedaan. Hebben we gedaan wat we hebben afgesproken? Dat is niet voldoende, want uiteindelijk gaat het niet om te doen wat je hebt afgesproken, maar uiteindelijk gaat het over het effect. Punt is, bij huiselijk geweld en kindermishandeling, het beleidsdomein huiselijk geweld en kindermishandeling, terwijl we daar echt wel al wat langer mee bezig zijn, daar is nooit iets van een effectmonitor of een impactmonitor of wat dan ook ontwikkeld geweest. En daarom was een van de voornemens nou juist in het programma om dat wel te doen. Daarvoor hebben we een onderzoeksadviescommissie gevraagd om een impactmonitor te ontwikkelen. De eerste indicatoren daarvoor, die heeft u gekregen in november bij de vorige voortgangsrapportage. December heeft u die gekregen, geloof ik. Het was een stuk van november. Met een set aan indicatoren waaraan gedacht zou kunnen worden. Maar waarvan we ook hebben gezegd, dat zijn er zoveel, het waren er 48 of zo. Daar moesten we dus een keuze maken. Dus we hebben gezegd, dit is te veel, dus maak een keuze in aan welke set aan indicatoren je het effect wil aflezen. En dat komt bij de tweede voortgangsrapportage in juni. Krijgt u die set die we vanaf dat moment bij iedere voortgangsrapportage ook zullen gebruiken om die te vullen met de laatste gegevens. Wat we daarnaast doen, en ik denk dat dat heel belangrijk is, en dat zit in de vraag ook van mevrouw Bergkamp. We hebben 26 veilig thuisorganisaties. Die 26 veilig thuisorganisaties die waren gewend, ik ga daar straks nog nader op in, maar die zijn natuurlijk helemaal nog niet zo oud. Die zijn eigenlijk begonnen sinds 2015. En een van de eerste observaties in de loop van 15, 16 en 17 was, als iedereen voor zich eigen informatiesysteem of informatieprotocollen gaat bedenken en iedereen doet de aanlevering van die gegevens op eigen wijze in de richting van het CBS, dan kan het CBS daar vervolgens geen chocola van maken en wij al helemaal niet. Dus wat we nodig hebben is één manier van informatie aandragen in een totale set van indicatoren. Voorbeeld indicatoren die dus ook vanuit dat informatieprotocol ook straks zullen terugkomen, is mijn verwachting in die impact monitor, is bijvoorbeeld de indicator hoe lang heeft het geweld geduurd voorafgaand aan de melding. Waarom is dat belangrijk? Als dat toeneemt, zou je kunnen zeggen, dan is kennelijk de afstand groter geworden tussen veilig thuis en de werkelijkheid. Als dat afneemt, is kennelijk het gebruikelijker geworden om geweld te melden, of dat nou professionals zijn of burgers. Ander voorbeeld, hermeldingen bijvoorbeeld. Dus een melding die al eens een keer gedaan is, daar is al eens een keer mee aan de slag gegaan, maar komt weer terug. Dan zou je kunnen zeggen, dat zegt iets over de effectiviteit van de nazorg. Zegt niet alles, maar zegt wel iets. En zo zijn het eigenlijk allemaal, en bij die werkelijkheid moeten we ons denk ik wel neerleggen, zo zullen het altijd indicatoren zijn die iets zeggen, maar niet alles. Maar verschillende indicatoren die allemaal iets zeggen, geven ons in de optelsom wel een beter beeld dan wat we nu weten. Kortom, de voortgangsrapportages op de acties die we hebben gedaan.
de impactmonitor op het effect die het heeft gehad op slachtoffers huiselijk geweld. En de beleidsinformatie, het informatieprotocol van Veilig Thuis, wat pas is ingegaan sinds 1 januari 2019. Dat gaat ons helpen aan een getalsmatige werkelijkheid waar we veel meer grond onder de voeten hebben dan we op dit moment hebben. Sneller dan dat kan ik het niet laten werken. Dat betekent dat u bij de voortgangsrapportage van juni krijgt u dus van ons de monitor. En in het najaar krijgt u over het eerste half jaar van 2019 krijgt u de eerste resultaten eigenlijk van het beleidsinformatiesysteem, van het informatieprotocol van Veilig Thuis. Dan ga ik door naar de vragen die daar verder nog over zijn gesteld, voorzitter. Voordat u daartoe overgaat, zie ik dat mevrouw Thiele een vraag heeft. Uitgaande dat de vragen nog niet allemaal beantwoord zijn in dit blokje, maar gaat u gewoon. Ja, want ik denk dat de minister en ik het best wel met elkaar eens zijn over bijvoorbeeld die kernindicatoren die hij noemt. Duur geweld voor de eerste melding, eventueel hermeldingen, aantal meldingen per getroffen slachtoffer. En tegelijkertijd heb ik wel het gevoel alsof ik straks weer een hele bult papierwerk op me af krijg. En dan eerst in juni en dan ook nog in het najaar. En volgens mij moeten we niet willen om vooral, en het is niet flauw bedoeld, maar om heel veel ambtenaren aan het werk te houden om papier te verstouwen. En ons dan vervolgens heel veel leeswerk te Maar volgens mij moeten we heel compact en gefocust kijken naar wat nou de impact is en vervolgens uitleggen waar eventueel andere dingen zijn dan verwacht. En dus ik wil eigenlijk van de minister horen dat ik niet in juni 40 pagina's en dan in september weer 20 erbij krijg. Maar dat hij gewoon een gecomprimeerd en gefocust rapportage aan ons doet toekomen, waarin die kerncijfers gewoon de hoofdrol spelen. Ja. De minister. Ik zal graag beloven dat ik de manier waarop het gepresenteerd wordt aan de Kamer, dat enigszins handzaam is. En toch, voorzitter, ik hecht namelijk echt aan die manier van werken. We hebben een programma gemaakt waarin stevige doelen staan, waarin maatregelen staan, waarin effecten worden beoogd. En ik wil daarvan twee keer per jaar aan de Kamer laten zien wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd. En op basis daarvan met elkaar een zinnig debat hebben. Dan helpt het niet als ik een kuip papier over de schutting zet, om dan vervolgens ergens in die kuip papier iets met een speld in een hooiberg te moeten laten zoeken door Kamerleden. Dat is niet de manier waarop we moeten rapporteren. Maar ik hecht er wel aan om zo goed als mogelijk te verwoorden wat we hebben gedaan. En zeker ook wat het heeft opgeleverd voor wat we weten. En mijn belangrijkste boodschap in de richting van mevrouw Thiele is eigenlijk uw zorg of irritatie, urgentiegevoel, dat u heeft laten zien in de eerste termijn, is het mijne. En dat over zo'n ongelooflijk belangrijk beleidsterrein wij zo ongelooflijk weinig eigenlijk geobjectiveerd weten, zowel in gewoon de facts en figures als ook in het resultaat van ons handelen, dat is echt niet goed. En dat hebben we echt met elkaar te repareren. Vandaar niet alleen de voortgangsrapportage, vandaar ook de impactmonitor en vandaar ook de beleidsinformatie Veilig Thuis. Wat u in juni krijgt, om even heel precies te zijn in wat u krijgt, is een voortgangsrapportage op wat we gedaan hebben, is de eerste versie van de impactmonitor met een selectie van de indicatoren, zoals de wetenschappelijke adviescommissie die aan ons heeft gegeven, en is daarnaast, ik zal het informatieprotocol, zoals we hebben afgesproken met Veilig Thuis, dan ziet u ook precies op welke indicatoren u verder gerapporteerd krijgt, zal ik u ook doen toekomen. Dat is inderdaad even een stapeltje papier, maar ik zal het allemaal zo handzaam mogelijk aan u presenteren. Dan in het einde van het jaar krijgt u weer een voortgangsrapportage op waar we dan staan. Krijgt u een ingevulde monitor met alle de impact monitor met die indicatoren die het betreft, maar dan ingevuld, zo goed als mogelijk. En heeft u de eerste beleidsinformatie van Veilig Thuis over de eerste helft van 2019. Afrondend, mevrouw Thiele. Voldoende. Dan, voorzitter, de vraag van de heer Peters was dat, geloof ik. Ja, van hoeveel meldingen worden er nou eigenlijk gedaan bij Veilig Thuis door gewone burgers en hoeveel door professionals? Daar, kijk, hier gaat zich dus iets wreken. Ik ga namelijk een disclaimer uitspreken voorafgaand aan het antwoord.
Ik kan daar alleen maar een antwoord op geven op basis van de informatie die wij hebben van het CBS over 2018. Waarvan terecht mevrouw Bergkamp zei, ja, daar is eigenlijk niemand enthousiast over. Want die informatie, daarvan zegt ook het CBS, dat is enigszins shaky. Want dat hebben we net een beetje verschillend aangeleverd. Dus heel makkelijk te vergelijken is het niet. Ik ga het toch doen. En dan blijkt dat in totaal in de eerste helft van 2018 ongeveer 40.000 adviezen zijn gegeven. Ongeveer 45.000 meldingen zijn geregistreerd door de Veilig Thuisorganisaties. Het percentage van burgers en professionals verschilt per Veilig Thuisorganisatie. De vraag is of dat een registratieverschil is of dat het ook een daadwerkelijk verschil is. Maar voor adviezen schommelt dat ergens tussen de 30% en de 50%. En voor de meldingen schommelt dat ergens tussen de 3% en de 14%. En voor het overige deel gaat het dus over professionals. In 2017, als je die vergelijking doet, zitten we qua totaal aantallen ongeveer op hetzelfde, ietsje lager. Dus het is in 18 ietsje hoger geweest dan in 17. En eigenlijk is dat op zichzelf genomen ook in de afgelopen jaren een bestendige lijn geweest, dat je elk jaar iets meer meldingen ziet. Mevrouw Van Hul zegt, dat is niet helemaal voor het eerst, dat pleidooi heeft ze namelijk al vaker gehouden, die nationale rapporteur, is dat iets belangrijk om die onafhankelijke voortgang te kunnen meten? Eerlijk gezegd, maar dat heb ik ook eerder al wel aangegeven, denk ik niet dat dat nodig is. Als je kijkt hoe grondig we de monitoring inzetten, eigenlijk voor het eerst, dat bestond niet. Ja, dan denk ik niet dat een nationaal rapporteur daar heel erg veel aan toe gaat voegen. Als het gaat over, maar hebben we dan wel voldoende onafhankelijke spiegel? Nou, de nationaal rapporteur Mensenhandel adviseert ons natuurlijk ook op dit punt. De kinderombudsman is een onafhankelijke instantie. De nationale ombudsman, het college voor de rechten van de mens, het kinderrechtencollectief. Kortom, er zijn nogal wat onafhankelijke instituten die ons belagen, zeg ik goed bedoeld, met allerhande advies. En ik weet niet per se of daar nog een instituut aan toevoegen of dat daar een hele behulpzame bijdrage aan gaat zijn. Dan. Dat was einde blokje 1, heb ik gezien. Nu ga ik even kijken in de richting van de heer Peters, want die zag ik als eerste met een interruptie. Maar misschien mag mevrouw Van der Hul even voor op het laatste punt. Of... Ja? Oh, nee? Oké, de heer Peters, u krijgt het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zwaai het al even, maar... Mensen kijken mij over het hoofd, hè, dat gebeurt zo klein. Maar mijn vraag is eigenlijk de volgende. Kijk, ik heb die cijfers net gehoord van minister De Jonge. En als ik dus goed begrijp, is het iets van... wordt inderdaad het overgrote deel van de meldingen bij Veilig Thuis gedaan door professionals. En omdat dit nu toch het blokje is dat zeg maar bijna klaar is volgens u, dan vraag ik toch even nog, is de minister op de hoogte van het feit, daar vroeg ik al, dat het aantal meldingen bij Veilig Thuis sinds 1 januari enorm aan het toenemen is. In Drenthe bijvoorbeeld 30%. En nou is de vraag, als er allemaal professionals zijn die onderling melden en er gebeurt verder niks, dan vraag ik me af, is dit de bedoeling? De minister. Ja, de volgende blokje gaat over de meldcode, de verbeterde meldcode, de achtergronden daarvan en ook Veilig Thuis. En lukt het een beetje om de klus die geklaard wordt aan te kunnen. Dus daar ga ik uitvoerig op in. Ja, inderdaad. Maar ik heb maar één streepje genoteerd, meneer Peters. Dus mocht je aanvullende vragen hebben, doen we dat straks na het tweede blokje, mevrouw Van den Hul. Ik zag ook u. Dank u wel. Ja, op dat punt van die nationaal rapporteur, de minister geeft wederom aan dat hij die behoefte niet deelt. Ik heb naar aanleiding van het vorige AO een motie hierover ingediend bij het VAO. En die motie heb ik op verzoek van de minister toen aangehouden. Omdat we hadden afgesproken, we zouden de eerste rapportage afwachten. Die rapportage die is er nu. En ik zeg nu, en dat zeg ik niet alleen, dat zegt ook de Kring van Veiligheid. Op basis van wat er nu ligt, is er behoefte, duidelijke behoefte aan meer regie. De minister stond nu een rijtje instanties op die inderdaad heel waardevolle input leveren, maar niet overkoepelend en zeker niet op het gebied van partnergeweld. Want nationaal rapporteur die focust op kindermishandeling. En zo zijn er allemaal segmenten in beeld, maar niet het geheel. Daar gaat juist de oproep over voor een nationaal rapporteur. De minister. Ja, ik deel die beschouwing niet, voorzitter. Een nationaal rapporteur rapporteert. En een rapporteur die geeft dus weer wat de effectiviteit is van maatregelen, hoe het staat met de prevalentie, wat de trends en ontwikkelingen zijn die relevant zijn. Ik ben de opvatting toegedaan dat als je kijkt naar hoe wij de monitoring en de evaluatie hebben ingericht, dat wij alles wat je altijd alles een keer had willen weten op dit vlak, straks zullen weten. Voor zover dat überhaupt doenlijk is om dat soort gegevens boven tafel te krijgen. Wij gebruiken natuurlijk heel erg de kennis van de heer Bolhaar, van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel.
En het bureau, dat is namelijk een heel goed bureau, gebruiken wij heel erg om met ons mee te denken over hoe we dat het beste kunnen doen. Nou zegt mevrouw Van Hul, zegt ja, maar je zou eigenlijk ook die nationaal rapporteur zou je een soort regierol moeten geven. Maar dat lijkt me ingewikkeld, want er zijn, dan krijg je echt allerlei sturingsmechanismen. Volgens mij is het zo dat de Kamer deze twee ministers aanspreekt op de uitvoering van het programma waarover we eerder met de Kamer afspraken hebben gemaakt. Dus daar ligt de regierol en afgeleid daarvan hebben we een programmadirecteur op het programma Geweld Hoort Nergens Thuis. En die stuurt de hele programmasturing aan. Dus er zit geen regierol, anders gaan we allemaal dingen dubbel zitten doen bij een nationaal rapporteur. Dat zou ook niet moeten volgens mij, dat is ook nooit zo. Afrondend, mevrouw Van den Hul. Voorzitter, juist door die regionale aanpak dreigt er een enorme versnippering. En we zien dat zeker de aandacht voor een heel gevoelig en nog steeds taboe thema als partnergeweld vraagt om voortdurende aandacht en overkoepelende aandacht. En niet aandacht die versnippert op lokaal niveau, regionaal niveau en versnippert tussen partnergeweld en kindermishandeling. Beide erg belangrijke thema's. Maar wij vinden juist dat al die verschillende informatiestromen, en dat vinden wij nogmaals niet alleen, dat vindt ook de kring van veiligheid, niet de minste zijn dat, dat die vragen om meer gecoördineerde en gebundelde inzet op die monitoring. En zij zeggen ook heel letterlijk in hun brief, ik heb hem hier voor me, monitor is niet genoeg. Dus ja, ik deel de observatie van de minister niet en ik overweeg ook op dit punt wederom een motie in te dienen. De minister. Ja, voorzitter, dan denk ik dat u alvast een beetje weet wat het antwoord zal gaan zijn. Het is namelijk echt niet juist dat het een versnipperde aanpak is. Integendeel zou ik willen zeggen. We hebben een landelijke programmadirecteur die op het landelijke programma Geweld Hoort Nergens Thuis stuurt. En inderdaad zijn er vervolgens projectleiders per regio actief om alles wat we afspreken met elkaar in die regio tot stand te brengen. Alles wat er in de regio zelf wordt bedacht en waarvan andere regio's zouden kunnen leren om die leerervaring ook weer boven tafel te halen. Kortom, daar zit nou juist landelijke regie op en daar voegt een nationaal rapporteur niets aan toe. Dank u wel. Dan horen wij in tweede termijn of dat de motie ook daadwerkelijk ingediend gaat worden. Dat is de volgorde, maar dan geef ik nu graag het woord aan de minister voor het volgende blokje. Ja, voorzitter, er zijn verschillende vragen zijn gesteld over het meldpunt Veilig Thuis en over de meldcode. En eigenlijk deels vanuit de inslag kan Veilig Thuis dat werk wel aan. Want we horen toch best wel wat berichten ook over wachtlijsten. En de tweede invalshoek is die meldingen, dat aantal meldingen wat die nieuwe meldcode of de verbeterde meldcode ook heeft opgeleverd. Legt dat niet heel sterk de focus op het melden, terwijl eigenlijk de focus juist op de interventie gericht zou moeten zijn. Ik wil een paar zinnen toch even ter inleiding op de achtergronden van de keuzes die we hebben gemaakt in de afgelopen periode wil ik graag toelichten, voordat ik inga op de vragen zoals die zijn gesteld. Het meldpunt Veilig Thuis bestaat eigenlijk nog maar heel kort. Is eigenlijk maar sinds 1 januari 2015 is dat een werkelijkheid. Daarvoor hadden we de AMK's, de advies- en meldpunt kindermishandeling, en de ASAG's, dus advies- en steunpunten huiselijk geweld. En toen zeiden we tegen elkaar, is het eigenlijk niet heel wonderlijk dat je voor huiselijk geweld en voor kindermishandeling een apart meldpunt hebt, waarbij ook het hele uitvoeringsproces, zou je kunnen zeggen, het hele werkproces, hoe om te gaan met de melding, eigenlijk een ander startpunt kent en ook een andere behandeling kent. Vaak was het startpunt bij de ASAG's was gewoon een politiemelding. En van daaruit ging men werken. Je kon ook wel gewoon melden, gebeurde natuurlijk ook, maar heel vaak was het een politiemelding. AMK's was veel meer een melding van professionals die zorgen hadden of buren die zorgen hadden. En hoe logisch is het? Die kinderen wonen in gezinnen, vaak, gelukkig. Dus hoe logisch is het om die twee dingen samen te voegen? Dat is gebeurd. Maar vrij snel daarna is ook gezegd, ja, dat is eigenlijk ook wel kwetsbaar. Als dat 26 keer verschillende organisaties zijn, zouden we niet meer moeten normaliseren, meer moeten standaardiseren, meer moeten professionaliseren en de kwaliteit overal op orde brengen. En daarom is er in de jaren 17 en 18 heel erg stevig uitvoering gegeven aan een meerjarenprogramma wat vanuit VWS is gefinancierd. En dat ging over de implementatie van een nieuw triage-instrument, update van het modelhandelingsprotocol, een vernieuwd informatieprotocol, hebben we het net over gehad, het verstevigen van de samenwerking tussen de keten zorg en straf en de ontwikkeling van een opleidingscurriculum. Zijn we er dan? Nee, geen zins. We hebben de komende tijd heel erg veel nog te doen om verder de Veilig Thuisorganisaties te ondersteunen en te professionaliseren. Tegelijkertijd zeg ik er ook bij,
Als je even kijkt waar we een paar jaar geleden nog stonden, dan zijn we wel heel erg veel verder. Laat onverlet dat het werk wat Veilig Thuis organisaties op dit moment op het bordje hebben liggen, dat dat een hoop werk is. En deels is dat inderdaad veroorzaakt, dat heb ik ook aangegeven in mijn brief van vorige week, deels is dat inderdaad veroorzaakt door de introductie van de meldcode, de nieuwe meldcode. De meldcode bestaat namelijk al heel erg lang, maar toch moest het beter, omdat we eigenlijk uit iedere evaluatie van een jeugdzorgzaak die flink mis was gegaan, zagen dat er bij heel veel professionals wel allerlei brokjes informatie aanwezig waren. Aanwezig was, maar eigenlijk het geheel, het hele plaatje eigenlijk niet aanwezig was. En vaak als je terugkeek na een incident, terugkeek eigenlijk het verleden in, dan kon je de film zo terugdraaien waar welke professionals een tijdje hadden opgelopen met dat gezin, maar kennelijk niet de informatie hadden gedeeld, er kennelijk niet een instantie was die het overzicht had, de radarfunctie eigenlijk zou je kunnen zeggen ontbrak. En de nieuwe meldcode doet nou precies dat, de radarfunctie mogelijk maken bij Veilig Thuis. Dat is een expliciete opdracht geworden aan Veilig Thuis, de radarfunctie mogelijk maken en tegelijkertijd ook op basis van professionele veldnormen zorgen dat als het echt gaat over ernstige vermoedens van kindermishandeling, dat er dan wordt gemeld. Gaat het om dat melden? Nee, het gaat om de interventie. Het gaat om de interventie. Alleen je zorgt wel dat een Veilig Thuisorganisatie ook daadwerkelijk die radarfunctie kan vervullen als je als professional meldt. En daarmee is melden geen doel op zich, veiligheid is het doel. Veiligheid is het doel en zicht op veiligheid is het doel van het doen van de melding. Nou, hoe maken we dat dan mogelijk? Dat die Veilig Thuisorganisaties dat ook aankunnen. Daarvoor hebben we een oplopende reeks. In 2018 zijn we ermee begonnen met bijna 12 miljoen en die loopt op naar bijna 40 miljoen in 2022. En dat is maar een deel, want dat is namelijk de verhoging van de doeluitkering vrouwenopvang. En daarnaast worden Veilig Thuisorganisaties natuurlijk gewoon door hun regio's ook gewoon bekostigd vanuit de WMO-bijdrage en vanuit de jeugdwet-bijdrage. Nou, wat hebben we er nou aan gedaan, vroeg de heer Heijing, om te zorgen dat, dat de mensen allemaal klaar waren voor de implementatie van de meldcode. Wat hebben we nou gedaan in het professionele veld en wat hebben we nou gedaan richting Veilig Thuis? Nou, kijk. We hebben eigenlijk al heel vroeg, en daar hebben we vorige keer ook over gesproken, we hebben eigenlijk al heel vroeg zijn we begonnen met alle sectoren om die te helpen, die te ondersteunen bij het formuleren van de veldnorm om de verbeterde meldcode waar te maken. Dus in welke gevallen is er sprake van dusdanig ernstig huiselijk geweld of kindermishandeling dat er inderdaad gemeld moet worden. Daarnaast is er allerlei vormen van e-learning ontwikkeld om de sectoren ook te helpen om te scholen. Er is een app voor de verschillende beroepsgroepen gemaakt om in de dagelijkse praktijk ook steun te hebben aan hoe er gemeld moet worden. De projectleiding per beroepsgroep is vanuit het departement gefinancierd geweest. Kortom, er is heel intensief ingezet op het tijdig opleiden eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Daarnaast blijven we daar natuurlijk wel mee doorgaan, want die meldcode is niet in één keer helemaal geïmplementeerd. Je kunt niet zeggen, ja, dat moest allemaal rond zijn per 1 januari, dus is het klaar. Dat weten we ook, want een deel van de telefoontjes die Veilig Thuis krijgt, gaan nou juist over die meldcode. Dus we gaan door met de meldcode, we gaan een soort meldcode-tour gaan we hanteren. En daarnaast worden er tal van projecten worden georganiseerd om die meldcode tussen de oren te krijgen, op het netvlies te krijgen en ook via leertafels tussen regio's in worden gekeken op welke manier doet de ene regio het waar de andere regio van zou moeten leren. Dan heeft de heer, deze heb ik gehad denk ik, de heer Peters, maar ook mevrouw Thiele heeft een vraag gesteld over het aantal meldingen bij Veilig Thuis en in welke mate dat ook is toegenomen. Ik heb er net iets gezegd over de betrouwbaarheid van de gegevens van 2018 en 2017. Als je die vergelijkt, dan zie je eigenlijk in de afgelopen jaren een steady stijgende lijn. Als ik op basis gewoon van wat ik terughoor uit het veld, terughoor bij de eerste, als je rondje zou bellen op dit moment, en je zou vragen, is het nou toegenomen na de verbeterde meldcode sinds 1 januari? Denk ik dat je overal zult horen, ja, het is toegenomen. Het aantal meldingen is toegenomen. Voor een belangrijk deel wordt dan gewezen op de verbeterde meldcode.
Ik zeg dan, ja, dat was ook precies de bedoeling. Maar komt er wel bij kijken, de zorg die u ook al eerder heeft geuit, ja, maar als het aantal meldingen dusdanig toeneemt dat het niet meer te handelen zou zijn, is dat dan nog wel wat je zou moeten willen? Nou ja, sowieso hebben natuurlijk de Veilig Thuisorganisatie ook financieel in staat gesteld, althans ik moet formeel zeggen, we hebben de gemeente in staat gesteld om hun Veilig Thuisorganisatie financieel in staat te stellen om die toename ook aan te kunnen. Dus dat is één ding. Het tweede is, zoiets hoort er ook bij op het moment dat je iets nieuws implementeert. Het derde is dat we, en dat hebben we ook goed door de inspectie laten onderzoeken, ja, we weten inderdaad dat het sommige Veilig Thuisorganisaties behoorlijk over de schoenen loopt, maar we weten ook dat acute meldingen, dat daar altijd ook daadwerkelijk naar wordt gekeken. Dus er wordt een goede triage gedaan aan de voorkant, veel beter dan dat eerst gebeurde. En als een melding niet onmiddellijk kan worden opgepakt, gewoon binnen de normen, dan moet in ieder geval de Veilig Thuisorganisatie het zicht op veiligheid hebben georganiseerd. Dus afgesproken hebben bijvoorbeeld met de meldend professional van we gaan ermee aan de slag, tuurlijk. Maar zorg in ieder geval dat je vinger aan de pols houdt en als het acuut is, bel ons opnieuw. Dus zo kan het zicht op veiligheid worden georganiseerd. Dus dat is in ieder geval, bevestigt ook de inspectie, het geval. En overigens zijn Veilig Thuisorganisaties inderdaad bezig om weer, ja, zou je kunnen zeggen, in controle te komen. En het is aan de gemeente, de regio's eigenlijk, om daar flink op te sturen. Mevrouw Bergkamp heeft de vraag. Ja, dank u wel, voorzitter. De minister geeft aan dat het aantal meldingen is toegenomen en dat dat ook gerelateerd is aan de nieuwe meldcode en de werkwijze. Maar dat vind ik toch wel een beetje nog te snel geredeneerd. Ik zou toch aan de minister willen vragen om er toch iets meer analyse op plaats te laten vinden. Want wat wij hebben begrepen is dat het vooral gaat om meer meldingen van de politie. En dat is toch net even wat anders kijkend naar de wijziging van de meldcode. Dus ik wil aan de minister vragen, kan hij toch even wat meer analyse toepassen op deze conclusie? En de tweede is natuurlijk, mijn collega van het CDA vroeg dat ook al, burgers bereiken we er nog niet echt mee. Dus het is heel mooi dat professionals Veilig Thuis steeds vaker vinden en dat het geprofessionaliseerd is. Maar hoe bereik je nou die burgers? De minister. Ja, terechte vragen. Om op uw eerste vraag antwoord te geven, in het najaar, zeker net in het blokje monitoring en evaluatie, in het najaar zullen we voor het eerst op basis van het nieuwe informatieprotocol dat is ingegaan per 1 januari 2019, ook heel precies weten wat zijn de aantallen. Daarvoor is het nog een beetje te vroeg. En ook heel precies weten uit welke hoek komen die dan. En dan kunnen we veel beter de analyse doen dan wat we nu kunnen. Dus dat zullen we in de tweede helft van dit jaar weten. Daar zal ik u ook gewoon over informeren. Dus dat is één. Twee is, is het de politiemeldingen, de vraag over politiemeldingen gaat collega Dekker zo meteen op in. Kijk, er is natuurlijk wel iets veranderd in die politiemeldingen. Er moest ook echt iets veranderen in die politiemeldingen. Want als je kijkt naar huiselijk geweld, dan was het een automatische query eigenlijk die gedraaid werd, waardoor er allerlei automatische meldingen doorkwamen bij Veilig Thuis. Dat was in de triage was dat heel erg moeilijk te doen. Ik weet het nog in de Veilig Thuisorganisatie in Rotterdam. Dat ging echt over duizenden meldingen. De werkwijze bij kindermishandeling was eigenlijk veel beter. Gewoon een politiezorgformulier. En dat politiezorgformulier wordt nu ook voor volwassenen gebruikt. En daarmee heb je eigenlijk gewoon een veel betere melding tussen de politie en tussen Veilig Thuisorganisatie. Betekent wel triage, hoort erbij. Want daarmee hebben ze namelijk een veel betere ketenintegratie tot stand gebracht tussen zorg en straf. Dus tussen de politiewereld en tussen de zorginterventie. En dat was nou precies de bedoeling. Dus als Veilig Thuisorganisaties zouden klagen van we krijgen zoveel meldingen van de politie, dan zou mijn antwoord zijn, wees nou blij, want je krijgt zoveel meldingen van de politie. Dat betekent namelijk dat je daarmee dat grotere deel van die ijsberg in beeld krijgt. En dat is precies ook de bedoeling. Moet wel te doen blijven natuurlijk, ook in de triage, dat snap ik. Maar het is een geweldige bron van informatie, een geweldige bron van signalen waar je mee aan de slag moet als Veilig Thuisorganisatie. Afrondend, mevrouw Bergkamp. Ja, voorzitter, het was ook geen kritiek van, goh, wat verkeerd dat er veel meldingen van de politie komen. Helemaal niet, maar omdat de minister zei, zijn meer meldingen, dat heeft te maken met de nieuwe werkwijze, zei ik tegen de minister, misschien is een analyse goed voordat we misschien dat soort conclusies trekken. En ik had de vraag gesteld, hoe bereiken we nou die burgers? Want meerdere collega's hebben volgens mij gezegd van, nou, zou er niet een apart telefoonnummer kunnen komen? Dus die burgers bereiken we op de een of andere manier niet. De minister. Nou, zo somber ben ik niet. Dat zou namelijk ook wel eens naar voren kunnen komen uit die analyse. We hebben natuurlijk heel bewust ingezet, terecht wat u zegt, omstanders. Huiselijk geweld, zou je moeten zeggen, is een kindermishandeling is een vraagstuk van de samenleving als geheel. En als je dat zou willen doorbreken, kan je niet alleen maar van het professionele veld vragen om die cirkel van geweld te doorbreken. De buurman heeft ook een rol.
En de trainer op voetbal heeft ook een rol. Dus je mag van omstanders, zou je kunnen zeggen, uit het niet-professionele veld, mag je ook een rol verwachten. En daar is nou juist de campagne op gericht zoals we die hebben. Ik ga zo nog eventjes in op allerlei suggesties met lijnen, et cetera. Maar de campagne is eigenlijk het antwoord op uw vraag naar hoe activeer je de samenleving aan zich. Dank u wel. Dan had ik een vraag van de heer Peters en daarna mevrouw Van den Hul. De heer Peters, gaat u. Ja, omdat dat komt vanwege mijn eerste interruptie. Kijk, ik heb nog steeds, ik heb me wel gehoord, het is blijkbaar de bedoeling dat er 30% meer meldingen komen in Drenthe, of in ieder geval nu. Ik heb ook begrepen dat dat voor een grotendeels door professionals komt. Maar daar heb ik twee vragen over. In eerste termijn ook gesteld, hoeveel procent van al die meldingen volgt daar ook nog enige vorm van actie op daarna? Ooit zijn we klaar met melden, die professionals zou ik zeggen. Ooit zijn de kinderen op, waarmee we, snap je, dan zou dit die 30% weer moeten dalen. En zo niet, dan vraag ik me, ja, dan, is dit dan de bedoeling? Herhaal ik. De minister. Ik denk, iets wat in uw redenering zit, zou ik graag willen doorknippen. Namelijk, u lijkt te willen redeneren, het is of melden of in actie komen. En wat ik denk dat nou juist zo noodzakelijk is, dat het sowieso altijd gaat over in actie komen. En dat daar soms, zo werkt de nieuwe meldcode, sowieso gaat het over in actie komen. Geen actie is geen optie, zo moet de meldcode worden begrepen. En soms kan daarbij komen dat je ook meldt. Dat doe je namelijk in die gevallen waarin een ernstige vorm van kindermishandeling niet kan worden of huiselijk geweld niet kan worden uitgesloten. Maar ik ken professionals die het zo doen, waarbij een professional werkt met één kind in het gezin, ernstige zorgen heeft over dat gezin. Die gaat aan de slag, maar meldt toch. En zegt, ik ben aan de slag, je hoeft verder niks te doen. Maar je moet wel weten, want anders kan Veilig Thuis die radarfunctie ook niet waarmaken. Dus het aantal meldingen is niet per se een alternatief, zou ik willen zeggen. Dat zat ook een beetje in de vragen van de heer Peters in zijn eerste termijn. Melden is nooit een alternatief voor actie. Melden is een van de acties die je onderneemt op het moment dat je een vermoeden hebt van kindermishandeling of van huiselijk geweld. Maar het is geen alternatief voor een actie. Niet-professionele meldingen, ja, daarvan kan ik me wel voorstellen dat je zegt, ja, ik weet het niet, maar ik vertrouw het ook niet. U had het verhaal over de buurman, was gelukkig fictief. Maar als het niet fictief was, dan ga ik ervan uit dat u het ook best ingewikkeld vindt om als buurman aan het klussen te gaan. Ik denk dat u het trouwens wel doet, inderdaad, zo ken ik u. Maar ik zou het een andere buurman niet verwijten als die denkt, nou weet je, ik doe een belletje naar Veilig Thuis. Dat lijkt mij op zich een prima actie voor een omstander, want daarmee ben je wel signalerend bezig. En waar je van professionals natuurlijk meer actie van kan vragen, kun je dat van burgers niet altijd verwachten. Of het die 30% is overigens, we don't know yet. Dat weten we pas in het najaar. Afrondend, heer Peters. En afrondend, kijk, ik ken de theorie natuurlijk achter die meldcode, ik ben er ook mee eens. Hè? Maar mijn vraag is nu, lijkt de praktijk daar ook op? En daar komt het op neer. Lijkt die praktijk nu op? Of zijn we nou aan het melden en vergeten we die hulp? Dat heb ik ook letterlijk gevraagd. De minister. Ja, heel cijfermatig onderbouwd, zoals mevrouw Thiele het zou willen. En wij het ook bedoeld hebben en wij dat ook gaan doen. Dat kan ik op dit moment nog niet. Dus als u aan mij vraagt hoeveel meldingen heeft dan daadwerkelijk uiteindelijk tot welke interventie geleid, dat kunnen we straks veel beter uit het informatieprotocol halen van Veilig Thuis. Maar als het gaat over de vraag, maar lijkt de uitvoeringspraktijk nou op de meldcode, dan denk ik dat de uitvoeringspraktijk hard bezig is steeds meer op de verbeterde meldcode te gaan lijken. Zo zou ik het willen zeggen. Dank u wel. Een vraag van mevrouw Van den Hul. Dank u wel, voorzitter. Ik hoor de minister zeggen dat hij gemeenten in staat stelt om te beantwoorden aan het groeiend aantal meldingen. En ik vind dat wat lastig te rijmen met signalen die wij uit het veld krijgen en ook breed in de media worden gedeeld. Namelijk dat Veilig Thuis worstelt met wachtlijsten, dat de vrouwenopvang overvol blijft en dat geen daling in zicht lijkt. En ook eerder geuit de zorgen van de ombudsman. Dus ik zou toch aan de minister willen vragen om dat met elkaar. Hoe ruimt zich dat met elkaar? De minister. Ik kan niet anders dan zeggen. Ik zie dat wij, als het gaat over Veilig Thuis,
gemeenten in staat stellen om die toegenomen taken, waarvan we ook wisten dat die toe zou nemen bij Veilig Thuis, om die taak beter uit te voeren, dat is één. Twee is, wat we natuurlijk weten, maar goed, daar hebben we met elkaar meerdere debatten over gehad, is dat als het gaat over het tot stand komen van hulp, het vroegtijdig inzetten van hulp, het vroegtijdig inzetten en volledig inzetten van trauma screening eerst en daarna trauma interventie. Daar is echt ongelooflijk veel werk nog te doen. We spreken natuurlijk regelmatig met elkaar over de toegenomen volumes in de jeugdzorg. En de berichten die u daarover krijgt zijn geformuleerd in termen van financiële tekorten bij gemeenten. Je kunt ook de andere kant van diezelfde, en dat is zorgelijk natuurlijk, je kunt ook die andere kant van die medaille is natuurlijk wel dat er meer kinderen worden gezien en meer kinderen worden geholpen. En dat is op zichzelf genomen geen slecht nieuws, namelijk ook de bedoeling dat we er eerder bij zouden zijn en dat kinderen eerder en beter in beeld zouden komen en daardoor geholpen zouden kunnen worden. Dus ik wil maar zeggen, ik vraag me af of die verhalen, de signalen zoals je die bij elkaar brengt, of die volledig tegenstrijdig zijn aan elkaar. Mijn beeld is, zoals ik het net ook in de richting van de heer Peters verwoord, is dat de werkelijkheid zich steeds beter conform de meldcode gaat gedragen. Wat een beetje een rare formulering is, maar u begrijpt wat ik bedoel. Mijn beeld is ook dat gemeenten er steeds beter in slagen om een aanpak te ontwikkelen die dichter op het signaal zit. Zoals dat uit de scholen of uit andere plekken waar zorgen zijn over kinderen of zorgen zijn over huiselijk geweld. Ook de interventie daar op die plek brengt. En als mevrouw Van Hul aan mij vraagt, ja, maar zijn we er dan al? Is er dan eigenlijk wel reden voor zoveel monterheid en optimisme? Dan zeg ik, nee, we hebben nog zo'n ongelooflijke berg werk te doen. We zijn er nog lang niet, maar we zijn wel van de kant. Afrondend, mevrouw Van Hul. Ja, voorzitter, ik ben nog niet helemaal gerustgesteld. Sterker nog, helemaal niet. Want kijk, de bedoeling van die herverdeling van die gelden uit de decentralisatieuitkering vrouwenopvang, want daar heb ik het in het bijzonder nu even over, was in de tijd dat de opvangcapaciteit herverdeeld zou worden en niet verminderd. Maar de capaciteit, daar maken wij ons nu landelijk toch echt wel zorgen over. En er is natuurlijk wel degelijk een verband tussen de investeringen in Veilig Thuis en een toenemend aantal meldingen. En vervolgens ook het aantal vrouwen dat vervolgens hulp nodig heeft in de vrouwenopvang. Dus wat ons betreft zijn die twee wel degelijk aan elkaar gekoppeld. Ik zou toch de minister willen vragen, is hij het met ons eens dat er dan ook voldoende capaciteit moet zijn om die vrouwen ook vervolgens te helpen als die bij Veilig Thuis terechtkomen en door moeten stromen naar hulp? En is hij ook bereid om te onderzoeken wat de effecten van die herverdeling op die capaciteit zijn? De minister. Ja, voorzitter Paar, en dan ga ik eventjes changeren in mijn ijzeren orde die ik had aangebracht eigenlijk in mijn beantwoording. Deze had ik oneerbiedig in het blokje Varia gestopt namelijk, maar ik haal hem eruit en we pakken hem gelijk beet. Kijk, gemeenten hebben gewoon de opdracht, de wettelijke opdracht om te zorgen voor voldoende vrouwenopvang. Dat is gewoon onderdeel van de WMO-opdracht die u aan gemeenten heeft meegegeven. En wat we vervolgens natuurlijk doen is gemeenten daartoe in staat stellen. Dat doen we via het gemeentefonds en via de doeluitkering vrouwenopvang. In die doeluitkering vrouwenopvang zit 118 miljoen euro en daarbij betreft het een rijksbijdrage die aanvullend is op de reguliere WMO-financiering. Dus het is niet de bedoeling dat dat een kostprijsdekkende of kostendekkende financiering is, omdat het altijd door gemeenten gecombineerd zal moeten worden met de WMO-middelen, omdat het namelijk hier gaat over een financiering in de richting van centrumgemeenten. Dus gemeenten hebben daarmee de taak, maar ook het geld om te doen wat er nodig is. Nou weten we ook dat het niet overal goed gaat. Dat betekent in eerste instantie dat gemeenten lokaal en regionaal aan de slag moeten. Dat betekent daarnaast dat centrumgemeenten in een landelijke werkgroep ook knelpunten oppakken. En in die landelijke werkgroep werkt onder regie van VWS een aantal diensten ook samen, landelijk werkende organisaties ook samen, aan de knelpunten zoals de ombudsman die heeft gesignaleerd in dat rapport Vrouwen in de Knel. Het gaat bijvoorbeeld over de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. Die werkt nu aan een werkproces voor het sneller omzetten van de kinderbijslag in het kindgebonden budget. Van de man naar de vrouw. Daar is een nieuw werkproces ontwikkeld. Dat wordt uitgetest in een aantal regio's hoe dat werkt en vervolgens ook landelijk ingevoerd. En zo wordt er eigenlijk op tal van fronten gewerkt aan knelpunten. Als het gewoon gaat over capaciteit, dus heb je voldoende
opvangplekken is het gewoon een gemeentelijke taak, centrumgemeentelijke taak. En hebben ze daarvoor niet alleen de taak, maar ook het geld om dat te doen. Oké, ik ga toch weer even terug in die ijzeren orde, voorzitter, als u dat goed vindt. Want ik was eigenlijk midden in de vragen van de heer Peters terechtgekomen. Hoeveel procent van de meldingen bijvoorbeeld gaan over mensen die al in hulpverlening zitten of daarbij bekend zijn? Nou, ook daar het antwoord, dat weten we preciezer in de tweede helft van het jaar. Want het zit namelijk ook in het informatieprotocol, maar ook hier het antwoord. U leek ook even te suggereren van ja, daar zit het risico in van langs elkaar heen werken. Of de heer Heijing was dat geloof ik die dat suggereerde. En ik zou denken, nee, juist niet. Want door die radarfunctie ben je juist beter in staat als veilig thuisorganisatie om het overzicht over het gehele gezinssysteem te hebben. Voorbeeld wat ik net gaf, namelijk en alvast aan de slag gaan als schoolmaatschappelijk werker met dat kind waarmee je aan de slag was op school. Wetend ook dat zijn broers en zussen al op het voortgezet onderwijs zitten, maar waarvan het dus wel prettig is als veilig thuis er alvast van weet. Omdat als er een melding komt over die broer en zus, veilig thuis weet, aha, op de basisschool is er al iemand mee aan de slag. Dat is dus gewoon een hartstikke goed idee. En dat is juist, is die radarfunctie ingericht om te voorkomen dat mensen langs elkaar heen werken. Dus het enkele feit dat er al andere mensen bezig zijn in een gezin om bepaalde hulpverlening te bieden, is juist geen reden om niet te melden. Is juist de reden waarom melding juist zo noodzakelijk is bij Veilig Thuis, opdat er één organisatie is die het overzicht heeft. Een vraag van de heer Heijink. Ja, ik begrijp dat wel. Alleen als we zien dat er op dit moment wachtlijsten, wachttijden zijn, dus niet voor de acute gevallen, maar wel voor andere gevallen, dan kan het natuurlijk gebeuren dat een school, een leraar een melding doet. Maar die gaat natuurlijk niet ondertussen op zijn handen zitten. Dus die gaat misschien jeugdzorg inschakelen, die gaat misschien het wijkteam inschakelen, die gaat kijken wat hij voor het betreffende kind kan doen. En hoe voorkom je dan dat in de tijd dat Veilig Thuis er wel mee aan de slag gaat, dat er om die andere professionals heen weer nieuwe professionals worden ingezet om op diezelfde casus af te gaan? Want dat lijkt mij toch wel een beetje tricky dan. De minister. Ja, ik vraag me af of dit een real-life probleem ook is. Want een veilig thuismedewerker die in een gezin aan de slag gaat omdat hij een signaal heeft gehad van een professional, het allereerste wat die veilig thuismedewerker zal doen is even kijken wie is er allemaal nog meer aan de slag in dit gezin. Dus ik denk dat je er vrij snel achter bent. Overigens kun je altijd nog tot ontdekkingen komen als je al een tijdje in een gezin bezig bent. Maar je bent er op zichzelf genomen, de meest betrokken professionals, daar ben je toch echt vrij snel achter wie er allemaal in dat gezin aan de slag is. En juist daarom, ook om dat werk zo goed mogelijk te doen, is die radarfunctie van Veilig Thuis zo van belang. Maar bijvoorbeeld ook de verwijsindex risicojeugd, die overigens op dit moment geëvalueerd wordt, evenals de meldcode. En daar komen we dus op terug, ook in de richting van de Kamer. Van het heer Heijink. Ja, ik hoop van harte dat het zo uitpakt. We horen alleen, ook als het om de jeugdzorg gaat, natuurlijk zo vaak verhalen van gezinnen waar 10 tot 15 professionals op af worden gestuurd, dat het risico natuurlijk wel bestaat dat een extra keten in die schakel, een schakel in de keten, tot dit soort problemen gaat leiden. Dus ik wil alleen maar de minister erop wijzen, pas nou op dat dat niet gaat gebeuren. Dus ik hoop dat we dan, als we die rapportages gaan krijgen, dat we dat ook terug kunnen zien van we gaan niet dubbel werk leveren. Ja. De minister. Nou, kijk, eigenlijk als u het vraagstuk zo voorspiegelt, eigenlijk is daarvoor de verwijsindex risicojeugd natuurlijk het antwoord. En we weten dat die in een aantal grote steden supergoed gebruikt wordt. Dat zijn die grote steden die hele verdrietige ervaringen hebben gehad in het verleden met grote jeugdzorgincidenten waar inderdaad verschillende professionals naast elkaar werkten. Maar we weten ook dat die niet overal even effectief gebruikt wordt. Op dit moment wordt die geëvalueerd. Ik blijf het een prachtig instrument vinden, juist om te voorkomen dat professionals langs elkaar heen werken. Juist om te zorgen dat je weet met wie je moet delen. Daarnaast hebben we dus die radarfunctie bij Veilig Thuis. En ook daarvan geldt, als iedereen zich gewoon houdt aan de meldcode, ja, dan zul je altijd stevige gevallen van stevige vermoedens, moet ik zeggen, van huiselijk geweld en kindermishandeling, zul je altijd via die melding in beeld gebracht hebben bij Veilig Thuis, opdat Veilig Thuis die radarfunctie ook kan vervullen. Dus ja, ik denk dat die twee zaken complementair zijn aan elkaar. En ik denk dat het risico op langs elkaar heen werkende professionals, wat er natuurlijk is, deel ik, zie ik ook alle dagen, dat je het verkleint door op een goede manier die meldcode te gebruiken en Veilig Thuis het op een goede manier de radarfunctie invult. Ja, en het gebruik maken van die verwijsindex risicojeugd. Nogmaals, die laatste gaat dus geëvalueerd worden. En ik ga ervan uit dat daar echt wel verbeterpunten uitkomen. Want zo perfect wordt die op dit moment niet overal gebruikt. Maar hij helpt wel heel erg als je het wel doet. Dan
Voorzitter, volgens mij hebben wij eigenlijk al behoorlijk wat vragen gehad in dit blokje. Behalve een aantal vragen van mevrouw Thielen. En die gaan over wat nou als blijkt, dat was eigenlijk de cliffhanger uit het vorige debat. Wat nou als blijkt dat je een melding hebt gedaan dat die onterecht is geweest. En wat dan? En kun je dan ook zorgen dat die informatie die is opgedaan, dat die weer wordt geschrapt? Eerst over de onterechte melding, want dat hebben we best wel wat vaker aan de orde gehad. En mevrouw Westerveld refereerde daar ook aan. Ik ben geneigd altijd te zeggen, onterechte meldingen bestaan niet. En dat zeg ik bewust omdat de druk van ouders die zich onheus bejegend voelen in de richting van melders, dus niet eens zozeer in de richting van veilig thuis, maar in de richting van melders, dusdanig intimiderend kan zijn, dat melders daardoor schuw worden om überhaupt nog te melden. Tot aan de inzet van het tuchtrecht toe, werkelijk alles, tot aan echt ook bedreigingen op social media, et cetera, alles kan worden ingezet om melders het leven zuur te maken. En ik wil dat we staan voor die mensen die dat moeilijke werk doen. Dat we staan voor de medewerkers van Veilig Thuis. Dat we staan voor de vertrouwensartsen van Veilig Thuis. Dat we staan voor de professionals die de durf hebben om te melden, ook als je er buikpijn van hebt, van wat is hier eigenlijk echt aan de hand. De heftigheid waarmee die intimidatie tot aan dreiging toe gepaard gaat, is echt om koud van te worden. En dus vind ik dat we ervoor moeten staan. En dus zeg ik inderdaad altijd, onterechte meldingen bestaan niet. Wat wel kan op een zeker moment, als je die melding hebt gedaan en Veilig Thuis heeft het onderzoek gedaan. Ik weet dat u het zo niet bedoelt overigens hoor. Maar wat wel kan is dat al die melding is gedaan en dat Veilig Thuis heeft het onderzoek gedaan. En daar kunnen eigenlijk drie conclusies uitkomen. Of huiselijk geweld of kindermishandeling is weerlegd, niets aan de hand. Of het kon niet worden weerlegd, maar het kon ook niet worden bevestigd. Of het is bevestigd. Nou, in alle gevallen heeft een direct betrokkenen op grond van artikel 5.3.4 van de WMO 2015, omdat u de vraag vorige week al had aangekondigd, hebben we echt eens eventjes flink kunnen nagaan wat hier precies over geregeld is. Artikel 5.3.4 van de WMO 2015, het recht om veilig thuis te verzoeken om de gegevens te vernietigen. En die veilig thuis vernietigt deze gegevens binnen 3 maanden na ontvangst van dat verzoek, tenzij, en dat is belangrijk, tenzij het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang kan zijn voor een ander dan degene die verzoekt om die gegevens te wissen. U kunt zich voorstellen dat, pak een beetje, de vader tegen wie een melding is gedaan van seksueel misbruik graag heeft dat die melding wordt verwijderd. Maar het kan wel degelijk van belang zijn voor later. Ook als het niet bevestigd is, maar ook niet kon worden ontkracht, kon worden weerlegd, kan het wel degelijk van belang zijn voor later om nog niet die melding op dit moment te skippen. Dat kan. Maar als het de conclusie is dat huiselijk geweld en kindermishandeling weerlegd is door Veilig Thuis, dan moet Veilig Thuis het verzoek om vernietiging honoreren. En in het contact dat Veilig Thuis heeft met direct betrokkenen, van er is een melding gedaan, we hebben onderzoek gedaan, maar er blijkt niets aan de hand. Dus we hebben het kunnen weerleggen met elkaar. Dus in de afsluiting van dat contact wordt ook dit aangeboden, proactief aangeboden, aan degene naar wie het onderzoek is geweest. Zo is het geregeld nu. Ik zag allereerst de vraag van mevrouw Westerveld. Gaat u gaan. Ja, want voorzitter, ik zei ook al in mijn spreektekst, ik begrijp ook best waarom de minister dat zegt. En ik vind ook dat het goed is dat wij hier voor hulpverleners staan. Dat wij het voor hen opnemen, omdat er heel veel goed werk gedaan wordt. Maar dat neemt niet weg dat je ook als ouder nogal schrikt op het moment dat iemand van Veilig Thuis bij jou, hè, aan de deur klopt, om het even heel plat te zeggen. En dat er een onderzoek wordt gedaan. En ik begrijp ook heel erg goed, als dat soort meldingen onterecht worden gedaan, dat je dan boos wordt. Niet alleen op de melder, maar ook op Veilig Thuis. En ik denk ook, nou ja, ik weet ook dat er gevallen zijn waarbij, dat weet de minister ook, daar refereerde de minister ook aan, waarin dan toch blijkt dat er, nou ja, onterecht is gedacht dat een vader of een moeder, vaak een van beide ouders, een kind mishandelt. En ik denk dat we dat ook moeten zien. En daarom zei ik ook in mijn spreektekst, is er een manier
waardoor we het makkelijker maken, ook voor ouders als er wel iets aan de hand is, om dat gesprek te kunnen voeren zonder dat ze bang zijn dat een kind uit huis wordt geplaatst. Want dat hangt hier nauw mee samen. En dat is ook waarom het gesprek zo moeilijk gevoerd kan worden en waarom ook bijna geen laagdrempelige manier van is om daarover te praten met elkaar. De minister. En dan toch, voorzitter, wil ik heel precies zijn in de woordkeuze. Want in zo'n geval zoals u beschrijft, er wordt een melding gedaan, er wordt onderzoek gedaan en het vermoeden wordt weerlegd. Dan is de melding daarmee niet onterecht. Dan is de melding gelukkig uiteindelijk ongegrond gebleken. Of de zorg is uiteindelijk ongegrond gebleken. Maar de melding kan nog steeds zeer terecht zijn. Er is misschien een categorie meldingen waarvan je zegt, die zouden eigenlijk niet gedaan moeten worden. Dat zijn ex-partners die woest zijn op elkaar en die veilig thuis als inzet kiezen, als instrument kiezen om de ex-partner het leven zuur te maken over de rug van de kinderen. Dat is denk ik het moeilijkste waar veilig thuisorganisaties mee te maken hebben. Want hoe weet je dat een vermoeden uitgesproken, hè, ofwel door de ex zelf ofwel door kennissen van de ex, van bijvoorbeeld zedenzaken, hoe weet je of dat echt is of niet? Dat weet je alleen maar door het te onderzoeken. Sterker nog, we zouden het veilig thuis niet vergeven op het moment dat er een melding niet serieus wordt genomen. Er blijkt uiteindelijk toch iets aan de hand geweest te zijn. En de kans die er was om die cirkel van geweld of van in welke aard dan ook, wordt niet doorbroken. Als die kans wordt gemist door de veilig thuisorganisatie, dan zouden wij toch tegen elkaar zeggen, nou, daar heeft die veilig thuisorganisatie precies niet gedaan waarvoor die wel op aarde was. Dus exen die elkaar het leven zuur maken over de rug van kinderen via veilig thuis, zijn de moeilijkste categorie. En natuurlijk, dat is meer dan een onterechte melding. Dat is gewoon een schandalig misbruik van veilig thuis. Is daar iets aan te doen? Nou ja, door professionals heel erg te trainen in de triage. Dat is een manier om daar iets aan te doen. Door heel snel duidelijkheid te geven. Zo snel als mogelijk in ieder geval duidelijkheid te geven. En ouders niet heel lang in de onzekerheid te laten. Door goed op de hoogte te zijn van andere professionals die een gezin begeleiden. Ook daarom is melding weer zo ongelooflijk belangrijk. En het goed delen van informatie tussen professionals zo ongelooflijk belangrijk. Vertrouwensartsen die informatie opvragen. Goed bedienen bijvoorbeeld. Dat soort zaken zijn allemaal belangrijk. Maar dit zijn de moeilijkste categorie meldingen bij Veilig Thuis. Dank u wel. Afrondend, mevrouw Westerveld. Ja, voorzitter, ook als je het hebt over ex-partners die elkaar het leven zuur maken, dan is er nog steeds best wel veel onderzoek gedaan naar hoe je dat op een goede manier kunt herkennen. Dus dan, ik zou de minister, misschien dat hij daar straks nog op ingaat, want ik heb natuurlijk meer vragen gesteld over ouderverstoot, maar misschien dat hij dit punt kan meenemen. Dan even over die laagdrempeligheid, waar ik net dus die vraag over stelde. Je wil dat er op een hele laagdrempelige manier dat gesprek gevoerd kan worden. Dat als er niets aan de hand is, dat ook mensen die worden beschuldigd van misbruik niet meteen enorm schrikken. En dus ook heel. En nou ja, mijn vraag is dus aan de minister, hoe kunnen we daarvoor zorgen dat het gesprek op een laagdrempelige manier wordt gevoerd? Dat mensen ook zelf kunnen aankloppen bij een instantie als Veilig Thuis, als ze zelf ook wel weten dat iets niet in de haak is. De minister. Zonder dat ze bang hoeven te zijn, want die angst begrijp ik heel goed, dat een kind meteen het huis wordt geplaatst. En ook daar, voorzitter, zou ik toch heel precies willen zijn. Het eerste wat namelijk helpt, is om dat niet na te praten. Er wordt niet zomaar je kind uit huis geplaatst als je meldt bij Veilig Thuis. Nooit. Zo werkt het gewoon niet. Dus het helpt enorm door daar zelf altijd in het publieke debat heel precies in te zijn. Dat is één. Twee is, ja, zelfmelders komt voor. Ook ouders die zeggen, ja, ik weet wel dat ik me soms niet goed in kan houden bijvoorbeeld. Of ik weet wel dat ik het niet goed doe en ik heb ook opvoedondersteuning nodig. Die melders komen wel degelijk ook bij Veilig Thuis. Vaak overigens gaat het bij zelfmelders gaat het over slachtoffers van huiselijk geweld die zichzelf melden. Eerder dan daders van kindermishandeling. Maar wat veel vaker voorkomt natuurlijk, is dat men dan een lichtere vorm van opvoedondersteuning zoekt. Dus bijvoorbeeld via de jeugdgezondheidszorg of bijvoorbeeld via het wijkteam. Dat zijn hele gebruikelijke, laagdrempelige ingangen voor ouders die worstelen met opvoedvraagstukken. En dat zit erg in de lijn van de heer Peters. Die heeft gezegd, zou je nou, laten we zeggen, opvoedvraagstukken niet moeten normaliseren? Ik parafraseer u, maar dat is volgens mij het achtergrond van uw betoog. En dat ben ik zeer met u eens. Een van de observaties namelijk in die volumeonderzoeken naar de jeugdzorg is dat in sommige gemeenten 17, 18 procent van de kinderen in de jeugdzorg zit.
daarvan moeten we dan toch wel tegen elkaar zeggen, is dat nou echt logisch? Zijn dat er dan weer niet heel erg veel? Het is fijn dat je er lekker vroeg bij bent en zo. Maar zijn dat er dan niet heel erg veel? En zou je niet voor een deel van de opvoedvragen, ook als daar professionele ondersteuning bij nodig is, juist willen dat het zo laagdrempelig mogelijk is, maar ook zo genormaliseerd mogelijk? Niet ieder opvoedvraagstuk is meteen ook een jeugdzorgvraagstuk. En ik denk ook dat we dat tegen elkaar moeten zeggen. Kortom, het meldpunt Veilig Thuis, advies aan meldpunt Veilig Thuis, mag altijd gebeld worden. Is natuurlijk niet altijd de eerste ingang die ouders die worstelen met opvoedvragen zelf kiezen. Vind ik ook niet erg. Laat die vooral op school, bij het schoolmaatschappelijk werk, bij het wijkteam of bij de jeugdgezondheidszorg bijvoorbeeld als ingang hun opvoedvragen aan de orde stellen. En zodoende kun je het ook zo genormaliseerd mogelijk bespreken zonder dat ieder opvoedvraagstuk meteen een jeugdzorgvraagstuk wordt. Dank u wel. Ja, één moment. Ik hecht even aan om te zeggen dat een interruptie een korte vraag is. En richting de minister zou ik willen vragen om dan ook een kort en bondig antwoord te willen geven. Want ik hoor een aantal dubbelingen in de vraagstelling dan wel in het antwoord. En ik kijk onderhand ook richting de klok. We hebben nog een bewindspersoon die ook de eerste termijn zou willen doen. Ik kijk in de richting van mevrouw Westerveld. U wilt uw tweede interruptie gebruiken? Nou, interrupties gaan in twee. Nou, er werd net soort van bijna gesuggereerd dat ik zou zeggen dat kinderen zomaar uit huis worden geplaatst. Dat heb ik niet gezegd. Nee. Ik heb alleen gezegd dat ik begrijp dat ouders daar bang voor zijn. Ja, terecht dat u die opmerking maakt, waarvan akte. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Thiele voor haar vraag. Ja, ik probeer me rekenschap te geven van uw oproep, voorzitter. Want de minister trekt een laadje open die bij mij zeg maar echt wel tientallen vragen oproept. Dus ik ga proberen het compact te houden. Volgens mij zijn de minister en ik het met elkaar eens over of een melding terecht is of niet terecht. En waar het probleem is. Maar volgens mij zit daar wel een enorme kern van de problematiek. Namelijk, wat mevrouw Westerveld aanhaalt, de angst van ouders om überhaupt veilig thuis in beeld te hebben en wat er dan gebeurt. Van de week ook weer een artikel in de krant over vrijwillige uithuisplaatsing, wat toch wel veel gebruikt lijkt te worden om ouders een richting in te. En de totale toch wel tegenstrijdigheid tussen ouders en instanties. En zeker ex-partners van elkaar. Ten opzichte van elkaar waar het kind. Kan de minister, en dat hoeft hij niet nu te doen, want dat is een te grote vraag. Maar als inzichtelijk maken, ook met zijn referte naar het wetsartikel over het vernietigen van dossiers, in hoeveel gevallen nou daadwerkelijk ouders en partners gevrijwaard worden zeg maar, van verdere opvolging. In een wat groter onderzoek, omdat ik geloof dat dat ook misschien wel veel krachtiger is dan een campagne met posters en televisiespotjes. Dank u wel, de minister. Er zit ontzettend veel achter de vraag, waar ik omwille van de aanmoediging die de voorzitter mij zojuist heeft gegeven, niet allemaal op in zal gaan. Dus de kortst mogelijke versie is, ik zal kijken of het antwoord op de gecomprimeerde laatste vraag, zoals mevrouw Thiele die stelt, of dat te geven is op basis van de beleidsinformatie die wij gaan halen uit het informatieprotocol van Veilig Thuis in de tweede helft van dit jaar. Ik denk namelijk dat je dat zou moeten kunnen zien. Als dat niet zo is, ben ik graag bereid om dit na te gaan. Twee is alles rondom ouderverstoting. De vragen ook die daarover zijn gesteld, zal collega Dekker zo meteen beantwoorden. En dat geldt ook voor alles rondom dat hele project waarheidsvinding en verbeteren van gegevens en verbeteren van de rapportages. Omdat collega Dekker daar een heel traject op heeft met de jeugdbeschermingsorganisatie. En dat raakt aan dit thema. Dus op uw vraag zeg ik ja, ik ga kijken of ik dat uit die beleidsinformatie kan halen. En zo niet, dan ga ik het apart na. Dan misschien even in het kader van de toezeggingen. Wanneer kan de minister dat terugkoppelen? Of het inderdaad uit de rapportage... Dat ga ik doen in juni. Ik ga in juni terugkoppelen of ik het uit de rapportage kan halen. Fijn. Dank u wel. Zo voldoende, zeg ik in de richting van de fractie? Ja. De minister vervolgt of was de minister inmiddels aan het einde? Nou, ik ga door naar mijn lievelingsblokje. Dat is het blokje Varia, voorzitter. En dan heb ik de vraag over de vrouwenopvang van mevrouw Van Hul heb ik gehad. Dan is er nog een vraag van mevrouw Van Hul over gender. Het beleid meer gendersensitief te maken. U heeft die vraag al eerder gesteld en volgens mij heb ik toen ook het antwoord gegeven dat ik eigenlijk niet goed begrijp wat er aan ons beleid niet genderspecifiek of gendersensitief zou zijn. Ik zou denken, er is geen beleidsterrein in mijn volledige portefeuille of überhaupt op het ministerie van VWS te vinden wat meer genderspecifiek of gendersensitief is of
hoe je het ook zou willen benoemen, als nou juist dit beleidsterrein. Omdat we weten dat het grootste gedeelte van de slachtoffers vrouwen zijn. En dat maakt nou juist dit beleidsterrein en ook ja, alle verschillende specifieke doelgroepen die daar dan weer onder vallen, bijvoorbeeld schadelijke traditionele praktijken. Het zijn eigenlijk altijd vrouwen die slachtoffer zijn. En dat maakt dit een buitengewoon genderspecifiek beleidsterrein überhaupt. Dus vrouwen als doelgroepen stempelen, ja, dat is 80% van de doelgroep. Dus dat, ik zie niet zo wat, daar, wat ik daarin anders zou moeten doen met uw aanmoediging. Dan de 24-uurs hotline voor slachtoffers. Kijk, we hebben eigenlijk twee initiatieven. Dat is de kindertelefoon als het gaat over kinderen. En dat is de luisterlijn inmiddels als het gaat over volwassenen. Daar kun je altijd laagdrempelig in gesprek. Wat we daarnaast natuurlijk hebben als het gaat over melden of een advies aanvragen, is natuurlijk gewoon veilig thuis. Is 24/7. Dus allebei die anderen zijn ook 24/7. Ja, en daarnaast hebben we natuurlijk nog tal van ja, meer particuliere initiatieven, onder stichtingen, et cetera. Of initiatieven die regionaal zijn opgestart, waar ook ervaringsdeskundigen aan de orde zijn. En zo is Hear My Voice is er ook één. Of er iets nieuws moet komen, dat denk ik niet. Volgens mij is het namelijk al ongelooflijk veel. De vraag zou wellicht zijn van, is het ook voor iedereen helder wat er allemaal bestaat? En hebben we dat voldoende inzichtelijk gemaakt via bijvoorbeeld veiligthuis.nl? Dat weet ik niet. En ik ben best bereid om daarna te gaan wat er allemaal aan dat type initiatieven bestaat. Maar nog iets erbij, weet ik niet of dat nodig is. Dan de kappers. Ja, we hebben het daar vorige keer over gehad. Volgens mij zat deze ook in uw initiatiefnota. Met die initiatiefnota onder de arm hebben wij gedacht, als we nou het spotje gaan vormgeven gericht op ouderenmishandeling. Dat was vorige keer volgens mij een vraag van mevrouw Agema. Om met name ook ouderenmishandeling in de campagne aan de orde te stellen. En toen hebben we gedacht, als we die twee ideeën nou combineren. Als we nou een kapper in het spotje van de ouderenmishandeling laten acteren. Dan geven we een goede invalshoek in wat kappers ook kunnen. En ik ben graag bereid om aan mevrouw Van Hul toe te zeggen dat ik met de Kappersbond het gesprek aanga. En misschien ook wel met die kapper die in het sportje acteert het gesprek aanga. Overigens is dat allemaal nog geheim, hè? Dat is allemaal nog geheim, want het sportje komt er nog aan. Ja. Dus geheim is, gaan we daar ook niet over spreken. Zo geheim was het ook niet, voorzitter. Dat was een grapje. Ik zal geen grapjes meer maken. Maar we gaan graag dus met de Kappersbond in gesprek om dat verder op te pakken. Dan geweldloos opvoeden. Ja, als norm dragen we dat natuurlijk uit. Als norm dragen we dat uit in de campagne. Maar veel belangrijker, als norm dragen we dat uit bij de jeugdgezondheidszorg. En dat is meer dan een folder. Dat is vrij indringend, juist in de jeugdgezondheidszorg. Eigenlijk in alle contactmomenten dat wordt uitgedragen. Dat die norm wordt uitgedragen. Maar ook de jeugdgezondheidszorg is keer op keer op zoek naar nieuwe manieren om ja, de drempel te verlagen voor ouders om opvoedinformatie te vragen. Opvoeden.nl is daar een goed voorbeeld van, bijvoorbeeld. Maar er zijn ook tal van lokale initiatieven. Toevallig vanmorgen een health deal ondertekend, juist met de jeugdgezondheidszorg, om die drempel verder te verlagen. Om ja, verder te normaliseren eigenlijk in opvoedvragen, punt wat de heer Peters ook maakt. En ik wil graag zeg maar, bij al die initiatieven kijken wat ik meer met het uitdragen ook van die norm nog zou kunnen doen. Dus daar moet ik dan wel later even op terugkomen, maar dat lijkt mij een goeie. Voorzitter, dan de vraag naar de forensisch medische expertise. De onvermijdelijke vraag naar de voortgang op dat punt. Want daar zit mevrouw Bergkamp erg bovenop natuurlijk. Ik denk dat ik er daarom recht aan doe als ik dat zo goed als mogelijk ook laat terugkomen in de voortgangsrapportage in juni. Maar eigenlijk is de kort mogelijke samenvatting, we zijn exact zo aan de slag zoals is afgesproken. Er is overleg gestart tussen de GGD van Amsterdam en Rotterdam om in Rotterdam dat tweede letselspreekuur plus te creëren. GGD Goor ondersteunt het letselspreekuur vanuit het project. Het project vanuit Amsterdam begonnen moet ook in alle veiligheidsregio's worden geborgd. Kortom, het wordt volop uitgerold op dit moment. En ik ga graag in de voortgangsrapportage daar preciezer en uitgebreider op in. Dan de lichamelijke beperking. De opvang van vrouwen met een lichamelijke beperking is nog onvoldoende geschikt.
Ik ken dat signaal niet, maar ik breng uw signaal graag over, zeg ik, in de richting, via de voorzitter uiteraard, richting mevrouw Van der Hul, in de richting van de federatie opvang, of men dat signaal herkent en ook wat daaraan te doen zou zijn. Dan de heer Peters, het opvoed ondersteunen en het normaliseren. Ik heb er een aantal keer al eventjes aan gerefereerd aan die vraag. Centering Pregnancy en Centering Parenting zijn belangrijke programma's die juist dat doen. Opvoeders met normale opvoedvragen helpen op een normale, laagdrempelige manier, zonder er meteen een jeugdzorgvraagstuk van te maken. En dat is ook de reden dat we in het programma Kansrijke Start, wat echt gaat over die vroege fase, over de eerste 1000 dagen, juist heel intensief daarop inzetten, op al dat soort interventies inzetten. Vaak is dat het interventieaanbod van de jeugdgezondheidszorg, wat men doet in de eerste maanden, of de eerste 2,5 jaar, zeg maar, of de eerste 4 jaar van het leven. Dus de vroege fase van de jeugdgezondheidszorg. En ik denk dat absoluut een manier is om opvoedvraagstukken te normaliseren. En het feit dat de jeugdzorg en de jeugdgezondheidszorg in één hand is, namelijk bij de gemeente, maakt ook dat er een enorme kans is voor gemeenten om zoveel als mogelijk juist preventief, vroegtijdig op te lossen. De Belgische opvoedlijn, nou, die kende ik niet. Het leek een begin van een mop, maar dat moeten we nog even nazoeken. Nee, ik heb dit advies ook gekregen van de Raad voor Kinderen. De Raad voor Kinderen heeft mij geadviseerd. En die hebben nou juist dit geadviseerd. Die zeggen, ja, er is wel een kindertelefoon, maar er is eigenlijk geen oudertelefoon als je gewoon vragen hebt bij het opvoeden. Als je goed kijkt, dan bestaat het wel in een aantal regio's. Maar dan is het een regionale lijn. Ik weet het uit de regio Rijnmond toevallig. Waar toen 16.000 telefoontjes per jaar binnenkwamen. Dus niet gering. Daar is niet iets lokaal of niet iets landelijks op. Zij het dat er ook wel slachtoffers van bijvoorbeeld huiselijk geweld. Die zoeken contact met de luisterlijn. Dus als dat een veilig thuis kwestie is, dan wordt er doorgeschakeld tussen de luisterlijn en veilig thuis. Ik wil graag even kijken wat er allemaal bestaat. En dat koppel ik dan even aan de toezegging die ik ook in de richting van mevrouw Van der Hul heb gedaan. Wat bestaat er allemaal op dit punt? Hoe kunnen we het ook toegankelijk maken? En dan nog een keer de vraag naar de noodzaak van ook een landelijke opvoedlijn bekijken. Dus ik kom daar graag op terug. Dan kan de minister ook aangeven wanneer daarop teruggekomen wordt in, of wordt het toegevoegd aan de rapportage in juni. Geldt overigens ook voor de toezegging richting mevrouw Van der Hul? Ja, ik ga dat doen in de voortgangsrapportage in juni. Ik ga dat doen. Ik bedoelde ik in overdrachtelijke zin, voorzitter. Dus we gaan ermee aan de slag. Overigens, opvoeden.nl, is wel goed om te weten, die subsidiëren wij. Dat is natuurlijk wel landelijke, betrouwbare opvoedinformatie. En wordt ook heel veel gebruikt. Kun je alleen niet bellen. Maar het is wel heel erg goed qua inhoud en zeer goed te gebruiken ook voor eigenlijk alle jeugdgezondheidszorgorganisaties. En anders zou iedereen dat opvoedadvies moeten bedenken. En nou is het gewoon landelijk in één keer ontwikkeld. Dan, voorzitter, het dan, voorzitter, heeft mevrouw Westerveld gevraagd van wat doen wij eigenlijk aan het praten met kinderen over mishandeling op scholen. Wat ik dus heel mooi vind de laatste tijd om te zien, is dat er veel, veel meer gebeurt, juist op dit punt. Er zijn wel heel veel verschillende vormen. Ik juich het heel erg toe als ook gewoon een groepsleerkracht zich voldoende geëquipeerd voelt om dat gesprek te voeren. Niet alle groepsleerkrachten voelen dat overigens. En ik zou denken, Als leerkrachten dat ervaren als weer iets erbij, ik hoor dat geluid nog wel eens uit het onderwijs, zou ik toch denken, nou ja, kijk, een veilige pedagogische setting is niet iets erbij, maar was eigenlijk al die tijd al je werk. En dat je onvoldoende handelingsbekwaam voelt op dat punt, dat valt niet te verwijten. Dan gaan we gewoon zorgen dat je die handelingsbekwaamheid wel voelt. Maar ik denk niet dat je het kunt outsourcen, want dat gaat gewoon over de pedagogische veiligheid. Dat is echt de kern van je opvoederstaak als leerkracht, denk ik. Dat is één. Twee, en tegelijkertijd weten we dat bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen geweldig veel impact kunnen maken als die op school hun verhaal vertellen. Gebeurt heel erg veel en steeds meer ook zie je dat regio's juist dat doen. Eigenlijk zo'n project als ervaringsdeskundigheid op scholen aanbieden ook.
En dat vind ik ook mooi. Als het gaat over leraren en voelen ze zich voldoende geëquipeerd, zijn het natuurlijk ook aandachtsfunctionarissen die de meldcode onder de aandacht hebben te brengen. En ook het scholen op de meldcode onder de aandacht hebben te brengen in een organisatie. Zijn het aandachtsfunctionarissen die binnen zo'n school ook als vraagbaak kunnen dienen. Ik denk dat ik er verstandig aan doe om alles wat er gebeurt op dat punt, althans waar wij zicht op hebben, overzicht over hebben, dat ik dat in die voortgangsrapportage zet. Op het gevaar of dat ik van mevrouw Thiele het verwijt krijg dat er iets te veel papier wordt volgeschreven. En dan tot slot, voorzitter, heb ik nog één vraag van mevrouw Bergkamp. En die gaat over die vraag over homogenezing. Ik meen dat u inderdaad die vraag al eens heeft gesteld. En natuurlijk, het heeft niets met een ziekte te maken. En dus kan er ook helemaal geen sprake zijn van genezing. En alle aanbod op dat punt is gewoon kwakzalverij van de eerste orde natuurlijk. Inspectie houdt toezicht op de zorg in Nederland. Dus de inspectie heeft ook daar een toezichthoudende taak. Sowieso natuurlijk nooit is er dan sprake van op genezing gerichte zorg wat voor financiering in aanmerking zou kunnen komen of zou mogen komen. En als er op die manier sprake is van het toedoen van ernstige schade, dan is dat ook op een andere manier natuurlijk vervolgbaar, zou je kunnen zeggen. En de cliënt kan dat zelf ook doen. Sinds 2008, moet ik er wel bij zeggen, hebben we via de inspectie geen nieuwe meldingen van homogenezingstherapie gekregen. Dus mij staat niet bij dat dat een actueel vraagstuk is op dit moment. Mevrouw Bergkamp, vraag. Ja, voorzitter, dat waren ook de antwoorden op de mij eerder gestelde vragen. Alleen het is wat sluwer. Hè? Zou je maar iemand hebben, een professional die het aanbiedt en dat er een klacht ingediend kan worden. Maar dit is veel subtieler, veel gemener in feite. Je ziet vaak ook dat vanuit een soort religieuze aanpak dit wordt verkocht. Of in ieder geval wordt gezien als een therapie. Dus mijn vraag is eigenlijk, we weten er eigenlijk heel weinig van af. En ik moet zeggen, die uitzending van gisteren, want voor mij was het ook een vraag. Komt dat nou voor nog in Nederland of niet? Nou, ik ben het eens dat als het gaat echt over professionals en behandeling, we hebben daar op dit moment geen aanwijzingen voor. Maar je ziet vaak dat het veel subtieler en sluwer is. En ik vind het belangrijk om die zekerheid te hebben en te weten, wordt dit nou, of dat nou via kerken of via particulieren wordt aangeboden. Ik vind het belangrijk dat we onze kinderen en onze jongeren beschermen tegen dit soort kwakzalverij. En we weten dat het ook zeer schadelijk is. Dus mijn vraag aan de minister is, wil hij toch nog eens een keer dit gewoon gaan onderzoeken? Gaan ze in gesprek met de jeugdartsen, ja, met het COC, met andere instanties om dit te onderzoeken? Ja, punt is duidelijk. De minister. Ja, voorzitter, ik denk dat het logischer is om het de andere kant op te redeneren. Mocht er aanleiding zijn om een zaak te onderzoeken, namelijk omdat u een concreet signaal heeft of omdat er ergens een concreet signaal opduikt, bijvoorbeeld bij de partijen zoals u die zojuist noemt, ja, dan ben ik graag bereid om de inspectie te vragen naar de achtergrond en de omvang daarvan en ook wat er tegen te doen is. Maar om nu eigenlijk, terwijl er niet direct een aanleiding is, een breed onderzoek te starten, dat zie ik niet helemaal zitten wat daarvan de toegevoegde waarde is. Dus ik zou het eigenlijk om willen draaien. Als u een concrete aanleiding heeft, laat het weten en dan kunnen we kijken of het onderzoekswaardig is en ook of er eventueel iets aan te doen zou zijn. Dat doe ik dan graag samen met collega Bruins vanuit de curatieve zorg, als het in ieder geval een curatieve inslag heeft. Maar dan wel graag met een aanleiding. Afrondend, mevrouw Bergkamp. Ja, voorzitter, dat vind ik toch wel raar. Als er een vermoeden is, dan zou je toch op zijn minst in gesprek kunnen gaan met artsen, met religieuze organisaties, met een COC, met belangenorganisaties, om te kijken van, wat speelt daar nou? Om ook zelf je informatie, zeg maar, als minister te vergaren. En ik snap best, het makkelijkste is, er komt een signaal en er komt een klacht en nou hebben we iets. Maar het is zo subtiel. We hebben dat toen ook gezien bij de Jehovah. Dat was ook een heel goed, waar mijn collega van de SP bovenop heeft gezeten. Om elke keer te zeggen van, jongens, er speelt daar zoveel meer. Uiteindelijk weten we dat er meer speelde. Dus mijn vraag is nogmaals aan de minister. Is hij bereid om te gaan verkennen? Om die effort te tonen? De minister. Ja, ik ben in zijn algemeenheid geneigd. Iedere keer als de Kamer, wie dan ook, mij vraagt, zou u niet eens in gesprek gaan met? Dan zeg ik altijd ja. Maar toch nog wel even heel precies hier.
Voordat je een onderzoek start, moet je wel een concrete aanleiding hebben dat dat onderzoek ook gerechtvaardigd is. Er gebeurt ongelooflijk veel in de samenleving waar de overheid niet allemaal grip op kan hebben. Als er een concrete aanleiding is, kun je ook een concrete interventie doen. En ik wil best met de genoemde partijen, zoals zojuist door u genoemd, bij hen wil ik best nagaan of zij wellicht concrete signalen zouden hebben. Maar voordat ik ook de stap richting een onderzoek zet, moet het wel een tandje concreter zijn dan dat. Dank u wel. Daarmee was u aan het einde van de beantwoording. Dan geef ik heel graag het woord aan de minister voor rechtsbescherming. Gaat u gang. Ja, voorzitter. Dank u wel. Vandaag is een van de dingen die op de agenda staat het prevalentieonderzoek. En als je die bevindingen en aantallen op je laat inwerken, dan vind ik dat toch steeds weer confronterend. Zo'n 120.000 volwassenen, meestal vrouwen, die zich eigenlijk structureel onveilig voelen op een plek waar je juist veilig zou moeten zijn, thuis. 2016, 2017, 39 vrouwen die het slachtoffer zijn geworden, fataal van partnergeweld. Moord door een partner of een ex-partner. En met andere woorden, we hebben hier ook echt wel te maken met een probleem dat meer is dan alleen zorg. Dit gaat ook echt om een veiligheidsprobleem. En bij veiligheidsproblemen zijn er in mijn ogen altijd twee dingen belangrijk. Het eerste stipte mevrouw Bergkamp ook al kort aan van, ja, hoe zet je nou een hele duidelijke norm? Gewoon een norm zetten, dit is niet acceptabel, dat moeten we dus doen. En twee is, wat doe je als die norm wordt overschreden? Dan moet je ingrijpen. En er zijn verschillende justitiepartijen die daar een rol in hebben. Politie, Raad voor Kinderbescherming, Openbaar Ministerie, reclassering. Stuk voor stuk belangrijk. Maar Hugo de Jonge en ik kwamen ook wel allebei tot de conclusie dat als je dit aanvliegt via ofwel alleen de zorglijn ofwel alleen de justitielijn, dat je er niet komt. En dat juist op het snijvlak van justitie en zorg er een hoop te halen valt. Bijvoorbeeld op het gebied van preventie. Hoe kan zorg nou ook justitie helpen of zorg nou ook de veiligheid helpen door ook in te zetten op het voorkomen van veiligheidsproblemen? Of andersom, hoe kan justitie ook zorg helpen door zorgen voor een stevige stok achter de deur. Garanderen dat behandeling en aangeboden zorg niet vrijblijvend zijn, maar eigenlijk een verplichtend onderdeel zijn voor daders die zich daaraan aan schuldig maken. Met als achtervang ook een echte sanctie als er niet aan wordt meegewerkt. Ik zou twee grote thema's eruit willen lichten. Ik wil eerst wat zeggen over de ketensamenwerking. Alle organisaties bij elkaar. De heer Peters terecht zegt, wordt ingewikkeld, wat kan je er nou aan doen? Twee is, ik zou wat willen zeggen over wat kun je nou doen om ook echt te zorgen dat geweld stopt. Dus eerder en ook beter ingrijpen. En dan een derde blokje zijn een aantal losse onderwerpen bij elkaar. Gaat het om feitenonderzoek, ouderverstoting, privacy en online kindermisbruik. Beginnend met de keten als een kind bijvoorbeeld, dan hebben we het over de jeugdbescherming, ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd of als er sprake is van een onveilige situatie, dan is het devies ingrijpen. Maar dat ingrijpen is altijd het resultaat van samenwerking en handelen in een keten. Dan heeft het wijkteam een rol gehad, Veilig Thuis, Raad voor de Kindbescherming, de jeugdbescherming, gecertificeerde instelling. En al die instellingen hebben hun eigen rollen en hun eigen verantwoordelijkheden. Dat is ook op zich goed. Maar wat kun je nou doen om die meer te laten samenwerken? Hoe kun je de dubbelingen voorkomen en hoe kun je ervoor zorgen dat er niet na elkaar wordt gewerkt, waardoor soms het wachten heel erg lang duurt, maar bijvoorbeeld meer naast elkaar wordt gewerkt, meer parallel wordt gewerkt, zodat partijen elkaar beter weten te vinden en dat er ook gezamenlijker wordt opgetrokken in wat voor interventies, wat voor maatregelen zijn nou voor kind en gezin ook echt effectief. In het programma Zorg voor de jeugd is er een pijler die hier heel specifiek naar kijkt. Ik geloof dat het pijler 5 is. Kijk even naar mijn linkerbuurman die al die getallen altijd goed in zijn hoofd heeft. Die juist zegt, laten we nou ook kijken in dat veld van de jeugdbescherming of je kunt komen tot nieuwe vormen van samenwerking. Tussen bijvoorbeeld Veilig Thuis,
Raad voor Kinderbescherming en GI's. Daaruit komen nu 6 pilots naar voren in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, West-Brabant, de Gelderse gemeente en in Zeeland, waarvan er inmiddels 2 zijn gestart en er 4 binnenkort starten. En in al de 4 die pilots nemen Veilig Thuis, gemeente, wijkteams, de GI's en de Raad voor de Kinderbescherming deel en in sommige gevallen ook de rechterlijke macht. Het zijn verschillende soorten pilots, maar allemaal bedoeld om juist dat parallele werken en dat samen optrekken meer te bevorderen. Hoe ziet dat er dan in de praktijk concreet uit in de richting van de heer Peters? Nou, kijk bijvoorbeeld naar Zeeland. Daar gaan de gecertificeerde instelling en Veilig Thuis samen optrekken, eigenlijk hangend onder een wijkteam. Nou, dat is interessant om te zien wat daaruit komt. In Amsterdam hebben we gezegd, laten we nou de beste en de slimste mensen van de GI, de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis bij elkaar zetten om te komen tot gezamenlijke casusaanpak. En ik denk dat we van die pilots enorm kunnen leren over, ontstaan er nou vormen van samenwerking uit die we, ja, waarvan we eigenlijk zeggen, nou, dat is eigenlijk beter dan wat we hebben. Beter dan al die organisaties apart met hun eigen verantwoordelijkheden, die voor de toekomst wellicht aanleiding geven om nog eens grondig naar dat landschap te kijken. Waarom? Er zijn 2 dingen. Aan de ene kant gaat het om dubbelingen vermijden, wachttijden verkorten, efficiënter, sneller, beter samenwerken. Maar als ik kijk naar de jeugdbescherming, zit er ook nog een ander onderdeel in. Is dat als ik kijk naar sommige plekken in het land, dat ik de betrokken organisaties ook kwetsbaar vind. Kijk naar de druk die er bijvoorbeeld in Zeeland is rond de jeugdbeschermingsorganisaties, wankel, bekostiging die kwetsbaar is. Heeft ook te maken met hoe de GI optrekt met de verschillende wethouders van de betrokken gemeentes. Dat loopt ook niet altijd even soepel. Dus het is denk ik goed om vanuit deze proeftuinen of pilots te kijken van, ja, wat kunnen we daarvan leren, ook naar de toekomst toe, en hoe kunnen we dat ook gebruiken om wellicht die organisaties wat steviger neer te zetten. Van die pilots en die nieuwe samenwerkingsvormen over naar wachttijden, want we willen ervoor zorgen dat kinderen en ouders niet langer hoeven te wachten dan strikt noodzakelijk. En dat gebeurt op dit moment wel. Kijk bijvoorbeeld naar de Raad voor de Kinderbescherming. Ik vind daar de wachttijden gewoon te lang. Ik ben samen ook met de inspecties in gesprek met de Raad voor de Kinderbescherming, ook met een concreet plan om die wachttijden terug te dringen. De aanpak versnellen naar 2020 gaat om het duurzaam terugdringen naar wachttijd per 1 januari 2020 van gemiddeld 10 dagen. Waar gaat het dan precies om? Wat zijn de belangrijke onderdelen van dat plan? Maar dan gaat het allereerst om zorgen dat het personeel op sterkte is. Wij zien dat de Raad voor de Kinderbescherming, overigens is dat breder in de jeugdzorg het geval, gewoon te maken heeft met hoog verloop. Nieuwe mensen moeten weer opgeleid worden. Dat is allemaal niet productieve inzet. Dus we moeten er meer voor zorgen dat de werving, opleiding wordt verbeterd en versneld. En dat er meer gebeurt om ook goed personeel vast te houden. 2 is dat de Raad voor de Kinderbescherming een enorme transitie heeft meegemaakt om te gaan van de landelijk georganiseerde organisatie naar veel meer aansluiting naar de decentrale jeugdbescherming die is ontstaan. Die omslag, hè, daar moet wel een keer een punt achter gezet worden. Dus dat proberen we te versnellen. En het derde is dat we per regio op dit moment aan het kijken zijn welke specifieke knelpunten er spelen die op dit moment wachttijden en wachtlijsten opleveren. Zodat je ook per regio dat kunt aanpakken en dat de Raad voor de Kinderbescherming ook per regio zich langzaamaan weer meer kan toe gaan leggen op zijn wettelijke taken en niet alleen maar meer bezig is met het dichtlopen van allerlei gaten. We zijn nu een paar maanden bezig. Als we kijken naar de
resultaten die we nu laten zien, en we zijn er nog lang niet, maar ik zie wel een beweging de goede kant op. Eind maart 2019 waren er nog ruim 2700 kinderen die op de wachtlijst stonden. Dat waren er 5 maanden daarvoor in augustus 2018 nog een kleine 4000. We zien wel dat de instroom licht is toegenomen, 183 zaken meer in het eerste kwartaal van het jaar ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De gemiddelde wachttijd voor de start van een beschermingsonderzoek was eind maart 2019 3 weken. Dat was 2 maanden daarvoor nog 4 weken. Dus daar zie je wel ook eigenlijk in een vrij kort tijdsbestek een positieve ontwikkeling. Ik zit iedere 4 maanden met rapportages om de tafel met de Raad voor de Kinderbescherming om de voortgang te bewaken. En ik heb de inspecties gevraagd om datzelfde te doen. Mevrouw Bergkamp vroeg van ja, kan je nou niet komen tot meer keteninformatie over hoe de doorlooptijd is in de jeugdbeschermingsketen van voor tot het einde? In plaats van dat per organisatie te doen. Dat is op zich een hele ingewikkelde. Omdat het in de jeugdbeschermingsketen niet zo is dat er altijd een vaste volgorde wordt doorlopen. En het ook niet altijd het doel is om bij de jeugdbeschermingsketen dat in alle gevallen met een hoge snelheid te doen. Omdat een jeugdbeschermingsmaatregel altijd een hele zware maatregel is en je vaak ook juist weer op zoek bent naar kan het ook met een lichtere maatregel. Dus als je per zaakstroom gaat bekijken van het begin tot het einde, dan zal je soms zien dat het inderdaad heel erg snel moet, omdat er sprake is van een acute dreiging. Maar soms is er ook een hele goede reden waarom het langer duurt, omdat je eerst lichtere vormen van jeugdhulp probeert aan te bieden. Wat kunnen we dan wel doen? Nou, we kunnen beter zicht krijgen op hoe het staat met de wachtlijsten van de gecertificeerde instellingen. Dat houden we niet meer centraal bij vanwege de decentralisatie, maar ik heb wel een uitvraag gedaan, ook via de VNG, om per regio te kijken wat is de gemiddelde wachttijd, zodat we een beter overzicht krijgen en zodat we ook gemeenten eigenlijk de tools in handen geven om te benchmarken en te laten zien hoe doet onze regio ten opzichte van andere regio's, om ook via gemeenteraden veel meer dat gesprek op gang te brengen en daarmee ook het eigenaarschap wat er behoort te zijn bij die lokale wethouders te vergroten. Tweede is dat we daar waar we wel landelijke verantwoordelijkheid dragen, namelijk bij de Raad voor de Kinderbescherming, er veel meer aan doen om wachttijden ook transparant te maken. Neem een kijkje op de website van de Raad voor de Kinderbescherming. Onderdeel van het plan van aanpak dat zij hebben ingezet een paar maanden terug is ook gewoon maandelijks updates geven van hoe staat het ervoor. Voorzitter, dan wilde ik de overstap maken van de keten naar het ingrijpen. Ja, voordat u daartoe overgaat, de heer Peters heeft nog een vraag opstaan. Ja, precies. Nou, ik interrompeer dan maar mijn tweede, want hierna hoeft het niet meer. Ik had een vraag aan de excellentie via de voorzitter. Heel mooi om te horen de antwoorden van, het is wel een heel circus wat we hebben opgetuigd. Er zijn nu pilots om dat te onderzoeken hoe dat beter kan. Ik ben zelf wel geïnspireerd eigenlijk door dat Zeeuws model, ook hoe u dat zegt. En stel nu dat gaat werken, en dat denk ik. Wat wordt dan de conclusie voor de rest van Nederland? De minister. Kijk, het idee van die pilots is om te kijken, kan het beter en kan het sneller? Kunnen we zo zorgen voor effectiever, betere hulp? Als dat nou door een andere manier van werken blijkt, dan kunnen we daarvan leren. En dan kan je dat uitrollen over de rest van Nederland. Dat vraagt natuurlijk wel weer aanpassing van wet en regelgeving, herziening van allerlei organisaties en instituties. We zullen waarschijnlijk tegen allerlei juridische vraagstukken aanlopen. Maar de bedoeling is niet een soort plak-en-knipwerk om dat per regio proberen om de gaten dicht te lopen. Maar om er ook echt van te leren, kunnen we naar de toekomst toe naar een andere vormgeving en een fundamentele herziening van dat jeugdbeschermingsstelsel. En daarom is het ook goed dat er in verschillende regio's met andere aanpakken wordt gewerkt. Omdat je daar ook gewoon van kan leren en kan zien wat werkt in de praktijk.
Zometeen in de tweede termijn, als we dat nog gaan redden. Ik moet even streng zijn op het aantal interrupties. De minister. Ja, het tweede gaat over van wat kun je nou doen om ervoor te zorgen dat geweld eerder in beeld is en ook sneller wordt gestopt, waarbij er, als je het hebt over een daderaanpak, het toch eigenlijk vaak breder moet zijn en de hulp moet gericht zijn op het gehele gezin en op alle direct betrokkenen, niet alleen maar op het slachtoffer of alleen op de pleger. En je ziet dat justitieorganisaties daar ook steeds beter in worden. Een mooi voorbeeld zelf vind ik de spreekuren huiselijk geweld die op sommige punten zijn ontstaan. Maar je ziet dat als zaken van geweld binnenkomen bij justitie via bijvoorbeeld de ZSM-tafels, het OM niet direct een afdoeningsbeslissing neemt, maar de mogelijkheid biedt om een gesprek aan te gaan met Veilig Thuis en de reclassering, om in dat gesprek met de verdachte en de gezinsleden te komen tot een beter en een vollediger onderbouwd advies aan het Openbaar Ministerie, wat is nodig om de veiligheid in een gezin goed te waarborgen. Verdachten komen binnen 2 weken op dat spreekuur terecht. Wat veel sneller is dan wanneer een zaak op zitting komt, ben je vaak al een paar maanden verder. Dus het is een mooi voorbeeld van justitieel ingrijpen dat kan helpen om zorg en sanctie dichter bij elkaar te brengen en ervoor te zorgen dat zorg ook minder vrijblijvend wordt ingezet. Zijn er verschillende vragen gesteld over de politie? Ik kan heel kort zijn, want Hugo de Jonge zei net al wat over de meldingen. De minister Hugo de Jonge zei net al wat over de meldingen van de politie bij Veilig Thuis. Dat is niet alleen maar iets omdat ze er vanaf willen zijn, het is gewoon een plicht. En ik kijk ook naar de kwaliteit van die meldingen, die is echt wel verbeterd. Het is niet een kwestie van of melden, of handelen, of een gesprek. Je kan het allebei doen, zeg ik in de richter van de heer Peters. Natuurlijk kan een wijkagent ook met een gezin praten, desnoods in de aanwezigheid van hulpverleners. Politie heeft natuurlijk wel vooral een rol daar waar sprake is van acute dreiging. En moet ook niet de taken van hulpverleners overnemen. Wat doen we dan om ervoor te zorgen dat de aangiftebereidheid toeneemt, vroeg mevrouw Van der Hul. Ja, er spelen eigenlijk 2 dingen. Sinds zomer vorig jaar is de politie veel meer gaan investeren in de individuele beoordeling bij het doen van aangifte. Dus daarbij kijkt de politie niet alleen maar naar wat is er nodig voor het doen van goed strafrechtelijk onderzoek, maar wat hebben ook slachtoffers nodig in termen van bescherming. Ik geloof dat dat enorm kan helpen bij de aangiftebereidheid, omdat dan slachtoffers ook weten dat ze bij de politie niet alleen maar terecht kunnen voor de melding van wat een dader heeft gedaan en de strafrechtelijke kant van het verhaal, maar dat ze ook de hulp aangeboden krijgen of de doorverwijzing naar hulp aangeboden krijgen waar ze zelf behoefte aan hebben. Tweede is dat we in zijn algemeenheid meer kunnen doen om ook slachtoffers te melden op het belang van het doen van aangifte. Daarvan is op dit moment een campagne in de voorbereiding. Die is in eerdere brieven ook al aangekondigd, maar ik verwacht dat die nu in september ook echt van start kan gaan. Welke interventies kunnen dan plaatsvinden? Mevrouw Westerveld vroeg, ja, het is toch eigenlijk gek als bijvoorbeeld vrouw en kind het huis uit zouden moeten omdat er sprake is van een concrete dreiging. Nou, het kan ook steeds meer andersom. Want het voelt natuurlijk onterecht dat de dader blijft zitten en de slachtoffers vervolgens in veiligheid moeten worden gebracht. Soms kan het niet anders, omdat er echt een heel acuut gevaar is. En omdat ook instanties onvoldoende fiducie hebben dat bijvoorbeeld een locatie of een gebiedsverbod voldoende veiligheid biedt. En dan moet de vrouw eventueel met of zonder kinderen, of eventueel met kinderen ook echt onmiddellijk in veiligheid worden gebracht. Maar bestuursrecht en strafrecht bieden ook mogelijkheden om min of meer uithuisplaatsing van de daders met zich mee te brengen. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijk huisverbod. Denk aan de inverzekeringsstelling, denk aan de voorlopige hechtenis van daders en het contact- en het locatieverbod. Het huisverbod voorziet in een, zou je kunnen zeggen, in een af,
koelperiode tot maximaal 28 dagen, waarin ook de nodige hulp kan worden georganiseerd. In mijn ogen een heel effectief instrument. Juist omdat dat ook weer de mogelijkheid biedt om justitie en hulp bij elkaar te brengen. Op dit moment doen we samen met de G4 onderzoek om te kijken hoe we dat huisverbod ook beter kunnen benutten. Omdat je aanvankelijk zag dat het aantal huisverboden wat toenam, toen weer wat inzakte. En we graag willen weten wat daar speelt. Als er sprake is van vermoedens van strafbare feiten, kan de officier van justitie een inverzekeringsstelling of een voorlopige hechtenis aanvragen. Hangt samen met de mate van ernst van de strafbare feiten. Daar hangt de duur ook van zo'n voorlopige hechtenis weer mee samen. Contact- en locatieverbod kunnen als bijzondere voorwaarden worden opgelegd wanneer bijvoorbeeld sprake is van een schorsing van een voorlopige hechtenis of als een bijzondere voorwaarde bij een straf. Daar vroeg de heer Heink naar de aanpak van Den Haag, vind ik daarbij een interessante, waarbij je ook een aantal gespecialiseerde hulpofficieren bij elkaar zet. Die weten wanneer welke interventie nou ook het meest passende instrument is en het meest effectief is. Dus die bouwen daarmee ook heel snel expertise op om daar waar sprake is van huiselijk geweld snel in te kunnen grijpen. Mevrouw van der Hulf vroeg van wat doet de politie om de professionalisering op peil te houden? Voordat u verder gaat, een korte vraag van mevrouw Westerveld. Ja, op het vorige punt, voorzitter, want fijn dat de minister even uiteenzet wat de opties zijn. Maar ook als je het hebt over een huisverbod, dan gaat het natuurlijk over een tijdelijke afkoelperiode. En ik vraag me af, hoe vaak gebeurt het nou dat een man of vrouw die het geweld pleegt, het huis uit wordt gezet. Is dat ook zo dat dat nu goed tussen onze oren zit? Of wil de minister aan werken dat het beter tussen onze oren komt? Dat het beter is om de dader uit huis te zetten dan de slachtoffers? De minister. Ja, en dat is precies waarom we nu met de G4 ook bezig zijn om dat beter in kaart te brengen. Juist omdat je zag dat er aanvankelijk sprake was van, want er is volgens mij geen burgemeester meer in Nederland die niet weet dat je... een huisverbod kunt vorderen. Maar wij zagen aanvankelijk een toename van het instrument. Vonden wij, naar omstandigheden positief zou je kunnen zeggen. In ieder geval laat het zien dat er vaker gebruik van wordt gemaakt. En daarna zag je dat het weer wat terugliep. Waarvoor eigenlijk niemand een hele goede verklaring had. Daarom hebben we gezegd, nou dan moeten we toch kijken wat hier aan de hand is. Of er gezegd wordt van, die periode is te kort, of het blijkt toch in de praktijk minder goed te werken, of er zijn andere redenen. Om te kijken, moeten we meer doen aan het vergroten van de bekendheid van het instrument, of moeten we wat doen aan de wet en regelgeving om de mogelijkheden te vergroten. Nou, dat was eigenlijk de inzet van het onderzoek. Afrondend. Ja, voorzitter, het is hier ook al vaak gegaan over opvanglocaties, vaak voor vrouwen en kinderen. Zijn er ook opvanglocaties of zijn die nodig voor daders, hè? Vaak mannen, maar soms ook vrouwen die daders zijn. Om hen, hebben we daar genoeg voorzieningen voor of is daar meer voor nodig? De minister. Ja, de linkerzijde gefluisterd, die zijn er voor daders, die heten gevangenissen. Maar niet iedereen gaat onmiddellijk de gevangenis in. Kijk, om nou voor iedereen onmiddellijk opvang te regelen en te zorgen. Wij zien in de praktijk dat het, waar je voor vrouwen soms een beschermd onderdak moet regelen, en er sprake is van aanwezigheid van kinderen, is dat in het geval van meestal een man die een huisverbod krijgt minder noodzakelijk, omdat hij wel ergens anders onderdak vindt, hè, bij familie, bij vrienden, anderszins. Professionalisering, daar is al veel gezegd over training en opleiding. Misschien aardig om het politieonderdeel daar nog heel even kort in aan te stippen. Omdat er op dit moment ook samen met Veilig Thuis wordt gewerkt aan een nieuw curriculum. En bij de nieuwe opleiding over huiselijk geweld en kindermishandeling juist is opgenomen om dat ook in gezamenlijkheid te doen.
Dus politie en Veilig Thuis bij elkaar te zetten en zo te leren van mekaars praktijken en ook in de praktijk samen op te leiden. Dan bij de VARIA-onderwerpen. Er ontspond zich al een discussie over ouderverstoting en waarheidsvinding. Dat zijn wel twee, er zit wel iets van raakvlakken in, maar waarheidsvinding kijkt eigenlijk breder. Omdat we toch zien dat sommige ouders het gevoel hebben dat ze onheus of onterechtbejegend zijn, of dat er fouten zijn gemaakt die onvoldoende worden hersteld. Er is door de Raad van de Kinderbescherming samen met Jeugdzorg Nederland, Netwerk Veilig Thuis en enkele oudergroepen een actieplan waarheidsvinding gemaakt met tal van maatregelen. Die worden op dit moment ook uitgevoerd. Ik ondersteun ook dat actieplan, ook financieel. Ik heb daar ook een kwartiermaker voor aangesteld. Die is onlangs gestart. En ik zorg voor onderzoek, omdat ik wil weten of ook de maatregelen in dat actieplan uiteindelijk leiden tot merkbare verbeteringen voor kinderen en voor ouders. Wat zijn dan de onderdelen die erin zitten? Nou, dan gaat het bijvoorbeeld om een betere bejegening. Dan gaat het om beter informeren en ondersteunen van kinderen en ouders. Dan gaat het om verbetering van de kwaliteit van de onderzoeken en een versterking van de rechtspositie van kinderen en ouders. Nou, dat ziet dan op hele specifieke dingen als zorgen dat altijd hoor en wederhoor worden toegepast, het taalgebruik in rapportages, het corrigeren van fouten die soms in het verleden te lang in dossiers bleven zitten. Dus het gaat ook om het echt verwijderen van dat soort foutieve informatie of het aanmerken van bepaalde informatie als niet bruikbaar. Ouderverstoting, keer op keer weer heel schrijnend. De meest uit de hand gelopen gevallen van scheidingen waar kinderen ook worden ingezet in een gevecht soms tussen twee ex-partners. Wat doen we er nu voor om daar waar sprake is van ouderverstoting dat te corrigeren? Dat is een hele lastige, zeg ik in de richting van mevrouw Westerveld. Omdat je vaak ziet dat de verhoudingen al dermate verziekt zijn dat het heel moeilijk is om mensen nog on speaking terms te krijgen. Wat wij wel hebben gedaan is richting de politie de werkinstructies aangepast om ook aan te geven, ja, hoe zit het met bijvoorbeeld omgangsregelingen. En hoe kan een bewuste onttrekking aan omgangsregeling, wat in feite een strafbaar feit is, hoe kan ook de politie daar adequater op handelen? Maar het is toch erger te repareren aan de achterkant. Onlangs heeft het WODC een uitvoerig onderzoek gedaan van wat kunnen we nou doen op dit vlak. En eigenlijk de algemene conclusie die daaruit voortkomt is niet verder juridiseren en niet al te veel meer, niet nog meer grijpen of teruggrijpen op strafrecht, maar veel meer inzetten op voorkomen aan de voorkant. Dus dat betekent zorgen dat betrokken instanties bewust zijn, escalatie weten te herkennen, ook weten waar ze naartoe moeten om in te grijpen, bekend zijn met het aanbod dat aan ouders kan worden gegeven om hierin te voorzien. Wat er gedaan kan worden aan de ondersteuning van kinderen in dit soort kwesties. Tal van, in mijn ogen, goede suggesties om veel effectiever te interveneren, veel effectiever in te grijpen. En ik heb toegezegd om nog dit voorjaar ook met een uitgebreidere reactie naar aanleiding van het WODC-onderzoek richting uw Kamer te komen. Mevrouw Westerveld vroeg ook naar de aanpak van online seksueel kindermisbruik, met name als het gaat om die aantallen die worden genoemd. Het IWF, een Britse organisatie die deze vorm van kindermisbruik, kinderporno, in beeld brengt en laat zien dat het in Nederland om een heel groot aantal
webadressen gaat. Wij zijn ook te raden gegaan bij het Nederlandse expertisecentrum online kindermisbruik. Dus degene die het meldpunt kinderporno in Nederland beheert. Ja, die zegt van het IWF heeft ook primair op Nederland gefocust. Hetgeen leidt tot hun conclusie zoals die ook in de media is voorgekomen. Dat je een oververtegenwoordiging van Nederland ziet. Dus dat heeft al iets met een bias te maken. Laat onverlet dat je wel ziet dat de goede infrastructuur die we hier hebben, de digitale infrastructuur, ertoe leidt dat er wel degelijk heel veel in Nederland wordt gehost. Veel van het produceren van dit materiaal, het echte kindermisbruik, zal niet in Nederland plaatsvinden, maar het wordt wel via Nederlandse webservers gehost en verspreid. Een van de redenen dat we daar ook met de internetproviders over aan tafel hebben gezeten van wat kan je nou doen om hier sterk op in te grijpen, niet alleen maar via het strafrecht, maar ook via het bestuursrecht, zogeheten notice- en takedown-procedures, om dit soort dingen binnen 24 uur na aanwijzing te verwijderen. En op dit moment wordt er in opdracht van mijn ministerie en het ministerie van EZ een monitor gemaakt door de TU Delft, die inzichtelijk kan maken waar en hoe lang kinderpornografisch materiaal online heeft gestaan en hoe lang het heeft geduurd voordat dat eraf wordt gehaald, zodat we ook een veel betere monitor krijgen hoe het staat met het opvolgen van die notice en takedown procedure. Tot slot is er een vraag gesteld over privacy door de heer Heink. En die vroeg van, is nou voldoende duidelijk wat er wel en niet mag? En zou je dat ook niet veel meer bekend moeten maken? Nou, de praktijk laat zien dat er vaak veel meer mag dan professionals veronderstellen. Er is vaak heel veel koudwatervrees. Dus wij moedigen altijd aan daar waar de veiligheid van kinderen of van volwassenen in het geding is, is er heel vaak een hele goede aanleiding om wel informatie te delen. Maar tools die dat ook vertellen of die iets van houvast geven, kunnen daarbij helpen. Binnen de zorg- en veiligheidshuizen wordt dat gedaan middels convenanten. Die ook echt zorgen voor voldoende wettelijk kader om ervoor te zorgen dat er informatie kan worden uitgewisseld tussen allerlei organisaties. En meer in de praktijk zijn er in de jeugdbeschermingsketen speciale apps ontwikkeld voor professionals die aangeven wat er wel en niet gedeeld mag worden. De zogeheten privacy app jeugd. Dank u wel. Dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van de eerste termijn aan de zijde van de Kamer. Kijkend naar de klok is er een hele korte gelegenheid voor een tweede termijn. En ik stel voor om een minuut spreektijd te hanteren. Echt heel kort, ik besef me dat. Maar allereerst mevrouw Van den Hul, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Allereerst kondig ik meteen aan dat ik een VAO graag wil houden. Mag na het reces. Voorzitter, ik mis nog het antwoord op mijn vraag over het ontvlechten van huwelijk en partnerschap. En dat daar soms in die rafelranden nog wel eens wat misgaat. Bijvoorbeeld als partners schulden opbouwen in de tijd dat de dader nog vrij is, maar het slachtoffer in de opvang zit. Of als partners weigeren in te stemmen met psychische zorg voor de kinderen. Dan, ik ben heel blij met de toezegging van de minister dat hij in gesprek gaat met kappersbonden om te kijken of er in die opleidingen, net als in de VS, aandacht kan zijn voor geweld. Net zoals het project van Cadera, wat ik al noemde. Die vroegsignalering is zo ontzettend belangrijk. En dat brengt me bij mijn laatste punt, voorzitter. Ik zit hier vandaag niet alleen als woordvoerder, maar ik zit hier ook als ervaringsdeskundige. En die ervaringsdeskundigheid die brengt mij er toch bij om nogmaals een lans te breken voor dat gendersensitieve beleid. Ik raad de minister aan om de WODC-rapportage, de kring van veiligheid en de rapportage van het CEDAW er nog eens op na te slaan. Het ontbreekt op dit moment aan gendersensitief beleid. En juist dat is bij dit dossier zo ontzettend belangrijk. Dus ook op dit punt kom ik graag terug bij het VAO. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Thiele.
Ja, dank aan de ministers voor de antwoorden. Ik heb wat meer cijfers gehoord, in ieder geval rondom de jeugdbeschermingsketen. En we krijgen er nog van alles in het traject daarvoor. Maar daar komen, dat zei ik straks al, wel ook nog heel veel andere vragen bij los. En daar is gewoon niet te weinig tijd voor. Ik heb naar aanleiding van een artikel deze week Kamervragen liggen over inderdaad die relatie tussen Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. Heb ik al eerder ook vragen over gesteld. Ik ben blij dat er pilots lopen. Ik ben benieuwd wanneer daar uitkomsten van beschikbaar zijn. Dat is dan voor nu. Nog twee andere tijdpadvragen. Een van de actielijnen in het programma Geweld hoort nergens thuis gaat ook over de wetenschappelijk onderzoek naar interventies. Ook een lange termijn effect van interventies. Ik vraag me af hoe het daarmee staat. En de minister, de Jonge in dit geval, verwezen naar de verwijsindex. En dat die geëvalueerd wordt. Daar ben ik ook heel benieuwd wanneer dat beschikbaar is. Dus dat voor nu. Dank u wel, mevrouw Bergkamp. Dank u wel, voorzitter. Ik dank de bewindspersonen voor hun reactie en de antwoorden. Volgens mij heb ik nog geen antwoord gekregen op mijn vraag als het gaat over de richtlijn voor slachtoffers. Ik had gevraagd van in hoeverre er sneller met jongeren gesproken kan worden. Zij hebben toch vaak het gevoel, zeker als je kijkt naar de jongeren taskforce, dat ze vaak niet worden gehoord en worden gesteund daarin. Dus in hoeverre is die richtlijn op dat vlak uitgevoerd? En verder heb ik een vraag. Ik ben blij dat er een kwartiermaker aan de slag gaat met waarheidsvinding. Zou de kwartiermaker ook kunnen kijken? Mijn collega van de VVD vroeg daar ook iets over, over het dossier. Minister De Jonge gaf aan, ja, soms is het handig als het in het dossier blijft. Ook al is er geen bewijs voor en is het ongegrond. Ik vind dat iets te makkelijk. Ik zou toch wel willen weten van, is dat nou ook echt nodig? Dus dat daar de kwartiermaker zijn vergrootglas op legt. En wil de kwartiermaker ook gewoon een aantal zaken eens onderzoeken? We krijgen als Kamerleden ontzettend veel casuïstiek aangeboden. Kan de kwartiermaker er ook eens naar kijken om daar ook lering uit te trekken? Dank u wel. Dank u wel, de heer Peters. Dank u wel, voorzitter. En ik dank de beide excellenties voor hun antwoorden. Ik ben er ook eigenlijk goed zat tevreden over. Ook rondom de woorden over opvoedvragen normaliseren. Heel mooi en heel belangrijk. Daar blijf ik ook aandacht voor vragen. En ook zeker met de antwoorden van minister Dekker, daar waar het ging om de pilots. En eventueel daarna naar bevind van zaken kunnen handelen als het gaat om fundamentele aanpassingen van de jeugdbeschermingsketen. Ik was daar tevreden mee en ook wel blij. En ik denk dat het ook nodig is. Ik blijf wel enigszins kritisch over het effect van melden, melden, melden. Die 30% in Drenthe nu, voorspel ik, wordt 100% in Brabant over een half jaar. En dan wil ik nog kijken of de werkelijkheid inderdaad gaat lijken op de goede plannen. Dank u wel. De heer Heijink. Ja, dank u, voorzitter. Voor mij is eigenlijk maar één vraag nou niet blijven liggen, maar daar zou ik nog graag wat toelichting op hebben. De minister zegt dat als het om die speciale teams in Den Haag gaat, dat hij dat interessant vindt als ontwikkeling om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen. Mijn vraag was eigenlijk, kan het ook niet zo zijn dat dat juist escalerend kan werken? Dat in situaties waarin juist zorg en ondersteuning nodig is, dat misschien wel te snel de politie voor de deur staat. En ik hoop dat hij daar nog wat verder op wil ingaan. En dat was het, dank u. Dank u wel. Tot slot, mevrouw Westerveld. Ja, voorzitter, ik ben in tegenstelling tot het CDA wat minder tevreden. Gewoon omdat we zien dat de cijfers zorgwekkend zijn. Als we het hebben over wachtlijsten, maar ook over aantallen kinderen dat te maken heeft met mishandeling of partnergeweld. Voorzitter, ik gaf net aan dat ik graag zou willen dat met ieder kind het gesprek wordt gevoerd. En ik snap best wel dat soms voor leerkrachten moeilijk is. En daarom stelde ik ook voor van misschien zou er dan externe hulp op school kunnen zijn. En ik wil de minister vragen, kan hij garanderen dat we kinderen serieuzer nemen en dat met ieder kind dat gesprek gevoerd gaat worden? Voorzitter, dan heb ik volgens mij nog geen antwoord gehad op mijn vraag om af te spreken aan of de minister wil afspreken met het transgendernetwerk, omdat zij een aantal hele goede suggesties doen. En ik heb ook de vraag gesteld of wij ideeën uit Nieuw-Zeeland kunnen volgen om verlof, een aantal dagen, 8 dagen hebben ze daar verlof in te voeren voor mensen die te maken hebben met huiselijk geweld. En voorzitter, nog één laatste punt. Dat gaat over ouderverstoting. Ik ben blij dat er allerlei acties op touw staan. Maar dat is natuurlijk geen oplossing voor mensen die daar nu mee te maken hebben. Voor ouders die nu een van hun kinderen of meerdere kinderen niet zien. En ik wil de minister heel graag vragen, wat gaat hij doen om ervoor te zorgen dat er voor deze ouders ook hoop is op een snelle oplossing? Dank u wel. Dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van de tweede termijn aan de zijde van de Kamer.
De Kamerleden hebben zich keurig aan de tijd gehouden, dus de uitdaging ligt nu bij de beide ministers. Allereerst de minister van VWS. Gaat uw gang. Voorzitter, daar ga ik. Dank voor de aanmoediging. Allereerst mevrouw Van der Hul kondigt een VAO aan. Daar zien wij reikhalzend naar uit. Gaat dan ook in op het genderspecifieke karakter van het beleidsdomein huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook daar zien we dan reikhalzend naar uit. Maar ik heb denk ik al wel een tipje van de sluier opgelicht hoe ik daarnaar kijk. Ten aanzien van de kappers, daar ga ik mee aan de slag en dat laat ik u weten. Dan mevrouw Thiele van de VVD. Het onderzoek naar de interventies. En ook het onderzoek... apart. Eerst het onderzoek naar de veer, de evaluatie. Die komt samen met de meldcode. Komt die in december 2019, wordt die opgeleverd. Dat zal, verwacht ik, in de duiding echt nog wel eventjes werk kosten van ons om daar vervolgens een goede beleidsreactie van te maken. Dus ik zou eigenlijk willen voorstellen om die gewoon in december naar de Kamer te sturen. En daar dan in de maanden die daarop volgen, ik denk in februari of maart, met een beleidsreactie te komen. Vooruitlopend dus daarmee op de voortgangsrapportage. Dat is één. Twee is het onderzoek naar de interventies. De wetenschappelijke adviescommissie die ook de impactmonitor maakt, stelt ook een onderzoeksprogramma op. En in het najaar is de planning om een call uit te doen voor het onderzoek. En dat laat ik u weer weten via de voortgangsrapportage. Dan mevrouw Berghoff had inderdaad nog een vraag gesteld over het praten met kinderen. In aanleiding van de Europese richtlijn slachtoffers en ook de verwijzing naar de uitspraken van de taskforce, de jongerentaskforce. Kijk, het is ontzettend belangrijk dat kinderen zelf goed betrokken worden en dat er naar hen geluisterd wordt. En ik denk dat daar heel veel voortgang mee wordt gemaakt. Ik denk tegelijkertijd ook dat er echt nog wel een wereld te winnen is. In het handelingsprotocol van Veilig Thuis is daarom opgenomen dat er altijd met een kind wordt gesproken. Door de Augeo Foundation is een handreiking betrekken van kinderen opgesteld. En die handreiking die wordt ook via de projectleiders in iedere regio verspreid. En daarnaast werken we traumascreening en traumabehandeling heel specifiek uit. En dan gaat het natuurlijk met name om de slachtofferkant, hè, waarbij het altijd fascinerend blijft om te zien dat bij eigenlijk ieder geweldsdelict slachtofferhulp onmiddellijk op de stoep staat. Maar dat met name bij het allergrootste geweldsvraagstuk wat we hebben in de samenleving, dat nog helemaal geen usance is. Daar waar eigenlijk de schade, de potentiële schade op zijn minst, misschien wel het allergrootste is. Kortom, daar hebben we echt heel erg veel werk in te doen en daar zijn we nog lang niet. Het CDA kondigt eigenlijk aan het nogal kritisch te blijven volgen, ook ten aanzien van het melden. Dat lijkt me ook goed. En ik denk ook dat we in het najaar veel beter en veel gefundeerder dat gesprek over het melden kunnen hebben. Ook wat de herkomst van de melding is, de aard van de melding, de relatie van de meldingen ten opzichte van de interventies, et cetera. Dus dan kunnen wij een veel gefundeerder gesprek voeren, want dat gesprek is nodig dat dat gevoerd wordt. Mevrouw Westerveld van GroenLinks, of ik kan garanderen dat met alle kinderen dat gesprek gevoerd wordt. Ja, u kent mijn waardering van het woord garanderen, daar ben ik nooit zo dol op. Want garanties horen bij een koelkast of bij een stofzuiger. Maar wat we natuurlijk wel doen, en daarin zijn we het denk ik wel heel erg eens, is zorgen dat het gesprek ook gevoerd wordt. Het gesprek moet echt in iedere klas gevoerd worden. Als we willen dat van dat topje van de ijsberg een steeds groter deel van die ijsberg boven water komt, dan zullen we op zijn minst het gesprek met kinderen zelf moeten hebben. Dat doen we langs de lijn van de aandachtsfunctionarissen. Zij gaan op school de aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling stimuleren. Dat doen we in gesprek met de PO-raad en de VO-raad door het ontwikkelen van een veldnorm kindermishandeling. Zoals we dat ook al hebben gedaan bij de ziekenhuizen. En daarnaast zijn er heel veel mooie initiatieven. Ik neem zojuist, of zo straks na het AO, neem ik een magazine in ontvangst. Dat is ontwikkeld door schoolleiders en Augeo. Met tips voor leerkrachten over hoe zij dat gesprek aan kunnen gaan. En ik denk dat het al dat soort afzonderlijke acties zijn die zorgen dat we zoveel mogelijk gesprek met kinderen aangaan. Dank u wel. Dan kijk ik in de richting... Oh nee, nog één vraag. Excuus, voorzitter. Ja, nog naam één vraag. Ander. Gaat gang. Namelijk dat verlof bij huiselijk geweld. Dat is interessant. Ik weet daar onvoldoende van. Ik moet me daar gewoon in verdiepen. Dus ik ga dat ook doen. En ik laat in een voortgangsrapportage weten wat ik daarvan vind.
Dank u wel. Dan geef nu het woord aan de minister voor rechtsbescherming voor uw tweede termijn. Gaat u gewoon. De uitkomsten van de pilots waar mevrouw Thiele naar vroeg. Wij verwachten in het najaar de eerste resultaten. Dus die kunnen worden meegenomen in de voortgangsrapportages Jeugd voor de Zorg. Waarin al die pijlers worden langsgelopen. Dan het actieplan waarheidsvinding en de kwartiermaker. Ja, die kwartiermaker is er vooral om ervoor te zorgen dat het actieplan wordt uitgevoerd. En dus niet om nu allerlei oude zaken weer tegen het licht te houden. Hè. Dus dat actieplan kijkt vooral naar de toekomst. Dat moet er gebeuren. Er is een hele trits aan verbeteringen en maatregelen voorgesteld. Van deskundigheidsbevordering tot, nou, noem het allemaal maar op. Lijkt me goed dat hij zich daar ook echt op richt. In plaats van weer terug naar de probleemanalyse. Want die hebben we gehad. Daar is aanleiding geweest om te komen tot een actieplan. Laten we nu zorgen voor de verbeteringen. Dan vroeg de heer Heink naar de Haagse aanpak of dat niet ook juist het tegenovergestelde effect kan hebben. Juist escalerend. Ik ben daar eerlijk gezegd niet zo bang voor. Omdat je ziet dat justitiepartners, zij het politie, zij het Openbaar Ministerie, daar waarbij sprake is van gespecialiseerde kennis op het gebied van het tegengaan van huiselijk geweld. Juist het justitie ingrijpen soms wat wordt uitgesteld om ervoor te zorgen dat zorg op gang kan komen en dat dat voorwaardelijk ook kan worden gesteld aan bijvoorbeeld een voorwaardelijke sanctie die kan worden opgelegd. Wat we proberen bij justitie is vaak alles heel erg snel af te doen. Hè? Zeker op die ZSM-tafels. Dan krijg je hupsakee, krijg je direct je straf mee en kan je naar huis. Nou, dat wordt hier bij huiselijk geweld juist wat uitgesteld om te komen tot verdere de-escalatie. Een snelle oplossing voor ouderverstoting. Tot slot zeg ik in de richting van mevrouw Westerveld ook maar even om de verwachtingen wat te temperen. Ik denk dat die er niet zijn. Ik denk dat gewoon de eerlijkheid gebied te zeggen, en het zijn schrijnende situaties en kende verhalen. En daar worden kinderen soms ook meegenomen en kinderen worden ook opgestookt om vooral niet mee te werken aan omgangsregelingen. Er is een strafrechtelijk sluitstuk, maar als je eenmaal daarin belandt, dan is het al dusdanig geëscaleerd dat je er vaak niet meer 1, 2, 3 uitkomt. Dus wat we moeten doen is bij al dit soort gevallen zorgen dat we veel meer aan de voorkant zitten om dit soort schrijnende situaties te voorkomen. Dank u wel. Ik zie nog een hele korte vraag van mevrouw Westerveld. Ja, want ik vroeg nog net in mijn tweede termijn over die afspraak met het transgendernetwerk. Lijkt me heel fijn als een van beide ministers met hen wil afspreken. Dat heb ik er niet. En nog één korte opmerking, voorzitter, want ik begrijp best dat een snelle oplossing dat moeilijk is als het gaat om ouderverstoting. Maar ik vraag juist om een oplossing voor ouders die er nu mee te maken hebben. Omdat de minister allerlei beleid aankondigt om hopelijk nieuwe gevallen te voorkomen. Terwijl er nu heel veel ouders hun kind niet meer zien. Dus daar vroeg ik specifiek naar. Ja. Misschien eerst even het laatste deel. Ja, bij dat laatste. Kijk, daar waar of omgangsregelingen bewust worden tegengewerkt en worden gedwarsboomd, is er sprake van een strafbaar feit, dan kan je aangifte doen. Alleen daarmee is het probleem niet opgelost. Dat zien we in heel veel van dit soort situaties. Dat je, en dan kan je wel overgaan tot, maar dat verergert vaak weer de problematiek. Dus wat we moeten zien te voorkomen is dat ouders daar überhaupt in belanden, dat het zo ver komt. Dank u wel. En het eerste deel van uw vraag gaat de minister van VWS nog even in. Ja, excuus, ik zei de non-verbaal. Ja, daar had ik al op geantwoord, maar daar had ik nog helemaal niet op geantwoord. Dus bij deze, ja, dat doe ik graag. En dan heb ik er nu wel op geantwoord. En dat is een toezegging in de richting van de voortgangsrapportage ook. Zullen we hem daar aan koppelen? Ja, dat lijkt me goed. In het kader van de administratie, zoals we dat noemen. Ik neem graag met u de toezeggingen door. In het najaar ontvangt de Kamer de eerste cijfers op basis van het nieuwe informatieprotocol Veilig Thuis. 2. Bij de volgende voortgangsrapportage in juni ontvangt de Kamer een eerste versie impactmonitor
plus de selectieindicatoren. 3. De Kamer ontvangt in juni een terugkoppeling van de minister op de vraag van mevrouw Thiele of inzicht kan worden gegeven over de resultaten van onderzoek van Veilig Thuis naar meldingen en hoeverre deze leiden tot interventies, dan wel tot vernietiging van dossiers bij weerlegde meldingen. 4. In de voortgangsrapportage in juni komt de minister terug op de suggestie van mevrouw Van der Hul over de hotline en in gesprek gaan met kappersopleidingen. Dan 5. Het verlof bij huwelijk. Even kijken hoor. Sorry. Het verlof bij huiselijk geweld komt de minister in de voortgangsrapportage in juni op terug. Dat was een toezegging in de richting van mevrouw Westerveld. En datzelfde geldt ook voor de transgender netwerk. Dus dat is even een hele korte samenvatting. Daarmee hebben we de toezeggingen die verwerkt worden en als nieuw zijn opgenomen verwoord. Het overige kunt u teruglezen in het verslag. Mevrouw Van den Hul heeft een WAO aangevraagd. Zij heeft de vergadering helaas eerder moeten verlaten. Maar ze heeft ons laten weten dat alleen de minister van VWS voldoende is om het WAO in te plannen. Dus ik kijk even in de richting van de overige leden of u daar ook voldoende aan heeft. Als dat het geval is, dan kunnen we dat ook doorgeven aan de Griffie en kan er iets makkelijker gepland worden. Dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van het algemeen overleg. Ik dank de minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming voor uw aanwezigheid en het beantwoorden van de vele vragen. Dat geldt uiteraard ook voor de ondersteuning. Ik dank de Kamerleden voor uw inbreng en ik dank de mensen hier op de publieke tribune en de mensen die het debat op een andere manier gevolgd hebben voor uw belangstelling en daarmee nou, ook onze ondersteuning hier in deze zaal bedankt te hebben, sluit ik de vergadering. Ik sluit de vergadering.